Beste collega's, ik stel voor dat we ineens van start gaan met de werkzaamheden van vandaag. We hebben een goed gevulde agenda. En als eerste agendapunt hebben wij de hoorzitting rond de milieueffectenrapportage. De milieueffectenbeoordelingsplicht bij stedenbouwkundige regelgeving. Wij hebben daarvoor een aantal mensen uitgenodigd om daarover gehoord te worden. En willen vooral ook hun inzichten in deze zaak ook graag van jullie vernemen. Dus ik stel voor dat ik ineens aan de eerste vraag naar verslaggever... Collega Van Dalen. Ik zou graag collega Ronse voorstellen. Collega Ronse aanvaardt deze... Die heeft nu wat tijd na de gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaan we niet verder op ingaan. Collega Ronse, bij deze aanvaardt u deze opdracht. En geef ik vervolgens heel graag het woord dadelijk door aan onze eerste spreker, de heer De Zager, vanuit het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten. Graag aan u het woord. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En... hartelijk dank in elk geval om ons even de tijd te geven om in te gaan als administratie op een toch wel niet evidente problematiek. Maar misschien even ook kort situeren. De afdeling GOP of Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning, Omgevingsprojecten is een van de 8 afdelingen van het nieuwe departement Omgeving. Een van de diensten van de afdeling is de dienst MER. Dus om toch maar even te situeren, dat zit dus in dezelfde afdeling. En dus het is heel goed dat naast mij dan ook 2 experten zitten. De ene van de dienst MER, Lisbeth Lelieur, en de andere van onze afdeling juridische ondersteuning, BEO, Corinne Lisson. Gewoon maar eventjes om u te schetsen wie dat wat doet. Zij zijn dus trouwens beide de experten op het vlak van deze problematiek. Dus ik bekijk en ik bewaak alleen maar de algemene lijnen. En het zullen zij dan ook zijn die de PowerPoint gaan presenteren. Maar misschien toch algemeen dit. Ik denk met de... toepassing van het arrest d'Outremont, dat we toch wel in een nieuwe periode gekomen zijn met de MER-plicht. Toch wel een duidelijke verruiming van het toepassingsgebied. We hebben ook de verslagen van de commissies die hier overal gegaan zijn gelezen en gemerkt dat er toch wel wat bezorgdheden zijn, niet alleen over de juridische toepassing van een aantal van... project van de projecten, maar ook, ook voor de, ja, toch wel een stuk het risico op het moeilijker realiseren van projecten als gevolg van de ruimere toepassing. En dus met andere woorden, dat is inderdaad ook een bekommernis die wij hebben, hè. Dus MER wordt inderdaad vaak aanzien als een hindernis voor het realiseren van projecten. Maar we moeten wel weten dat... ons als afdeling dat ook noopt tot het opnieuw nadenken over de toepassing van het MER op zich. Hè. Dus ik denk dat het uiteraard een belangrijk instrument is, ook een belangrijk instrument blijft voor de toekomst. Wij staan voor het MER als een basis voor een hoog niveau van milieubescherming. En wij staan ook voor het MER als een instrument dat erin slaagt om op een snelle en... vroegtijdige manier milieuoverwegingen te integreren bij projecten. Dat is heel belangrijk. Maar anderzijds beseffen we wel dat we door de striktere en de grotere toepassing van de MER-plicht als gevolg van dat arrest d'Outremont, dat we dus effectief wel ook zullen sterker moeten nadenken over de toekomst van de MER as such. Hè. Niet alleen over de MER-plicht, maar ook de MER as such. En daar zijn we in elk geval... intern mee bezig. We denken dat het bijvoorbeeld mogelijk zou moeten zijn om die MER meer te richten naar gelang het concrete project of het concrete initiatief dat er is. Maar goed, dit geheel terzijde. We proberen als administratie en als afdeling er vooral voor te zorgen dat we een stuk laveren enerzijds tussen de bezorgdheid van het juridisch volledig robuust maken van allerlei initiatieven, maar anderzijds ook te kijken of dat er geen, laat ons zeggen, mogelijkheid is, en dat doen we vooral door een geval-per-geval benadering, om toch ervoor te zorgen dat niet alles merplichtig wordt, enzovoort enzovoort. Dus, maar goed, ik denk,
Het is aan de twee dames naast mij om dat verder te duiden via de PowerPoint. Oké, dank u wel. In onze uiteenzetting gaan we ingaan dus uiteraard op het Dutremont-arrest en dat in relatie tot de milieueffectbeoordeling. We gaan daarbij 5 puntjes aanhalen. Allereerst gaan we even kort het Dutremont-arrest bespreken en ook de navolgende arresten van het Europees Hof van Justitie. En een volgende punt gaan we ingaan op het feit wat betekent dat nu voor de planmerkplicht, zowel algemeen als ook in concreto in de praktijk. En de laatste twee puntjes gaan we eens de lopende initiatieven in Europa als ook in Vlaanderen naar aanleiding van die rechtspraak gaan overlopen. Maar om te beginnen dus het Dutremont-arrest en de navolgende rechtspraak. Het arrest dateert intussen al van zo'n 2 jaar geleden. En in die zaak heeft het Europees Hof van Justitie zich naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State in het kader van een vernietigingsberoep dat daar aan hangig was, uitgesproken over een Waals besluit rond sectorale milieuvoorwaarden voor windturbineparken. Wat zit er opgenomen in dat besluit? Dat besluit omvat technische normen, exploitatienormen als ook geluidsnormen die dan verschillen per planologische zone. Nu, in dat arrest is het Hof van Justitie eigenlijk overgaan tot een hele ruime interpretatie van het begrip plannen en programma's. En zo is het Hof eigenlijk tot de conclusie gekomen dat Waals besluit een plan of programma uitmaakt en dus wel degelijk planmerplichtig was. Uit dat arrest Dutremont kan dus worden afgeleid dat ook regelgeving in het vizier komt van de planmerrichtlijn. De Raad van State heeft naar aanleiding van dat arrest het besluit van de Waalse regering vernietigd, maar heeft tegelijkertijd ook beslist om de gevolgen te handhaven van dat besluit gedurende een periode van 3 jaar. Waarom heeft de Raad van State dat gedaan? Omdat door het wegvallen van het besluit er eigenlijk een lager beschermingsniveau ontstond en dat men ook de doelstellingen ter bevordering van groene energie in Europa, dat die wat in het gedrang dreigen te komen. En daarom heeft de Raad gezegd van kijk, we handhaven die gevolgen voor 3 jaar. Op die manier krijgt de Waalse regering eigenlijk de tijd om te gaan remediëren wat zij momenteel ook aan het doen is. Nu, het Hof van Justitie heeft het daar niet bij gelaten. Recent deze zomer zijn er 2 nieuwe arresten gekomen, waarin dat het Hof eigenlijk die definitie van het begrip plan en programma nog verder verduidelijkt en ook verruimd heeft. In de eerste zaak, die gaat opnieuw over een besluit van de Waalse regering waarbij een omtrek voor stedelijke verkaveling werd vastgesteld. Dat is een figuur dat wij hier niet kennen, maar dat komt erop neer dat men eigenlijk een geografische zone gaat gaan afbaken met het oog op de ontwikkeling van stedenbouwkundige projecten. Nu, dat besluit maakt het mogelijk voor vergunningen om af te wijken van het gewestplan, als ook van gemeentelijke plannen van aanleg. Nu, ook daarover heeft het Hof van Justitie beslist van dit is een plan en programma in het kader van de planrichtlijn. In de volgende zaak heeft het Hof van Justitie ook geoordeeld dat er sprake is van een plan of programma. En daar ging het over een gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Die verordening bevat onder andere een kaart met een perimeter van de wijk en voorziet ook in bijzondere aanlegvoorschriften die daar helden. De bedoeling van de verordening was om die wijk te gaan transformeren. Ook daar heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat er sprake is van een plan of een programma. Momenteel zijn er nog 2 andere Belgische zaken hangende bij het Hof van Justitie van Brussel en Wallonië over het toepassingsgebied van de planmerrichtlijn. En daar gaat het over de aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Daar is het nog afwachten welk standpunt het Hof van Justitie zal innemen. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Lisbeth Lelieur. Dankjewel, Colien. Nu gaan we even in wat dat nu concreet betekent voor de planmerkplicht. Dus als we even kijken naar de definitie van plannen en programma's en we kijken even terug naar de Europese richtlijn, daar was er eigenlijk geen concrete definitie van opgenomen. Ook de richtsnoeren gaven niet echt geen concrete definitie. Maar nu naar aanleiding van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is er echt wel een ruime definitie gesteld die redelijk concreet is. En wat is nu die definitie voor plannen en programma's? Dat is eigenlijk iedere handeling die door vaststelling van op de betrokken sector toepasselijke regels en controleprocedures een groot pakket aan criteria en modaliteiten vaststelt voor de goedkeuring en de uitvoering van 1 of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Dus in deze definitie is het begrip groot pakket aan criteria en modaliteiten heel belangrijk.
En het Hof heeft daar ook duiding bij gegeven. Meer bepaald dat het groot pakket aan criteria en modaliteiten niet kwantitatief moet beschouwd worden, maar wel kwalitatief. Bij het begrip kwalitatief is er niet verder meer duiding gegeven, maar eigenlijk kan dat gekoppeld worden aan de aanzienlijkheid van milieueffecten. Wat valt nu concreet onder het toepassingsgebied? Dus in de kader van de projectmilieueffectenrapportage hebben we een gesloten lijst, waar het eigenlijk gemakkelijk werken maakt, dat het duidelijk is wat er onder valt en wat er niet onder valt. In het kader van de planmerichtlijn hebben we niet zo'n gesloten lijst. Dus in praktijk moeten we altijd een geval per geval benadering gaan toepassen. Dus we gaan nooit een zwart-wit antwoord kunnen geven. We gaan altijd gaan kijken op basis van de informatie die we hebben op vandaag. Er is ook al rechtspraak geweest, er is nog rechtspraak hangende, zoals Corine net aangaf, en dat zal ook nog meer duidelijkheid brengen en richting geven. Maar elk voorgenomen plan en programma moeten we eigenlijk steeds inhoudelijk gaan bekijken en we moeten eigenlijk geval per geval gaan analyseren. Waarover gaat dat plan of programma? Wat wil dat plan of programma realiseren? En moeten we eigenlijk gaan toetsen om concreet te gaan bepalen, valt het er nu onder of valt er dat niet onder? We gaan dat straks gaan toepassen aan de hand van een aantal voorbeelden en ook wat meer duiding gaan geven hoe dat we die toetsing eigenlijk gaan doen. Dus wanneer een plan of programma onder de definitie van wanneer een plan of programma onder de definitie valt van plan of programma, moeten we altijd eerst en vooral gaan aftoetsen aan de verruimde definitie. De cumulatieve voorwaarden die we al kenden en steeds toepasten uit het verleden, die blijven nog steeds van kracht. Dus is het een plan of een programma die voorgeschreven is door een decretale of bestuursrechtelijke bepaling? Gebeurt de opmaak en vaststelling door de bevoegde organen op één van de drie bestuursniveaus? Als we daar ja op kunnen antwoorden, dan moeten we verder gaan in ons toetsingstraject. En dan komen twee belangrijke vragen aan de orde. Meer bepaald, als het plan en programma opgesteld wordt voor bepaalde sectoren en het vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project die voorkomt op de lijsten van bijlage 1, 2 en 3 van het projectbesluit. Dus dat is een belangrijke vraag die we ons moeten stellen. Vormt het een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project die voorkomt op een van die lijsten? Een tweede toetsingskader of vraag die gesteld moet worden. Is er een passende beoordeling vereist, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones? Als we ja antwoorden op de vraag kader vormen, of we antwoorden ja op de vraag is er een passende beoordeling vereist, dan is er een planmerplicht. Dus dat betekent dat er ofwel een planmer moet opgemaakt worden, of dat er een planmerscreening kan gebeuren. Ik zal nu verder ingaan op het onderscheid tussen planmer en planmerscreening en wat de voorwaarden daarvan zijn. Als we nu even in praktijk een aantal voorbeelden gaan toetsen, rekening houdende met de verruimde definitie en de twee belangrijke toetsingselementen. Dus op dit moment hebben we de rest van Doutremont en zitten we met een verruimde definitie, maar de Europese richtlijn is al een aantal jaren omgezet in Vlaanderen. Plan milieueffectrapportage wordt toegepast, onder meer voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, bekkenbeheerplannen, ex-ante-evaluaties, planologische attesten, het MAP. Is er een planmerplicht? Zijn er ofwel planmers opgesteld ofwel planmerscreenings gebeurd? Dus op vandaag is het zo dat we ook de nieuwe elementen en de plannen en programma's steeds gaan bekijken, geval per geval, en gaan toetsen aan de inhoud van het plan. En we gaan ook steeds proberen om het instrument milieueffectrapportage op maat te gaan inzetten. Zo efficiënt mogelijk. Het is de bedoeling, als er voor een plan en een programma milieueffectrapportage gebeurt, dat het ook op maat gebeurt. Op het juiste schaalniveau, de juiste informatie, de juiste alternatieve afweging, die ook kan gebruikt worden, die kan leiden tot doorwerking. Het eerste voorbeeldje is principieel akkoord. Als we principieel akkoord gaan toetsen aan plan of programma op basis van de ruime definitie, een PRIAC is geen formalisering van een globale en coherente benadering, waarmee voor een bepaald gebied met een geheel aan maatregelen vooropgesteld doel behaald wil worden. PRIAC beperkt zich tot het geven van een toestemming om een woonuitbreidingsgebied te gaan ontwikkelen of de bevestiging dat het ontwikkeld mag worden. Dus hiermee rekening houdend valt het niet onder de definitie van een plan of programma en is er eigenlijk geen plan meer verplichting voor een principieel akkoord. Het is wel zo, als men het woonuitbreidingsgebied effectief gaat ontwikkelen en gaat invullen, dan komen er onder meer concrete vergunningsaanvragen. En in het kader van omgevingsvergunning kan dan wel de projectmerplicht gaan spelen. Als er bestemmingswijzigingen komen en is er ruimtelijk uitvoeringsplan nodig, dan komt de planmerplicht aan de orde.
Bij de stedenbouwkundige verordening heeft minister Schouwvliegen al aangegeven ten aanzien van het Vlaamse parlement dat voor de nieuwe stedenbouwkundige verordening het belangrijk is om het voorzorgsprincipe te gaan hanteren en om eigenlijk een plan milieueffectrapportage te gaan doen. Dus het zij een plan meer screening, het zij een plan meer opmaken. De stedenbouwkundige verordening kan beschouwd worden als een plan of programma volgens de ruime definitie. En er moet telkens ook gekeken worden naar de inhoud. Vormt het kader voor de toekenning van de vergunning die voorkomt op bijlage 1, 2 of 3 van het Vlaamse projectmeerbesluit? Of kan op basis van de inhoud er een mogelijk passende beoordeling vereist zijn, rekening houden met mogelijke betekenisvolle effecten op SBZ's? Om die laatste vraag te beantwoorden, kan eigenlijk een voortoets uitgevoerd worden. Op dit moment zijn er in het kader van stedenbouwkundige verordeningen nog geen rechtspraak die aangeeft dat er effectief een planmerkplicht nodig is. Bij ruimtelijke beleidsplannen, die vallen ook onder de ruime definitie. En als we de vraag stellen, kadervormend, als we dan ook kijken onder meer naar de memorie van toelichting, stellen we ook vast van er zijn geen bindende onderdelen. Maar het is wel zo dat overheden bij hun eigen optreden niet mogen afwijken van hun eigen beleidskaders. Dat is een formele motiveringsplicht en dat geldt ook voor hun eigen vergunningsaanvragen. Het is geen verordende kracht. Dus eigenlijk is er geen doorwerking naar beoordeling van vergunningsaanvragen, met uitzondering dan voor de eigen vergunningsaanvragen. Als we dan even kijken naar het tweede toetsingskader, of toetsingselement, de passende beoordeling. Dus per ruimtelijk beleidsplan moet gekeken worden wat is de inhoud, wat is het voornemen en kan er mogelijk betekenisvolle effecten plaatsvinden op speciale beschermingszones. Indien dat het geval is, als dat resultaat ook blijkt uit de voortoets, is een passende beoordeling vereist en is eigenlijk de planmerkplicht van toepassing. Dus het is telkens eigenlijk een geval per geval beoordeling. Behalve deze toetsingskaders zijn er ook andere redenen om een strategisch plan meer zeker aan te bevelen voor ruimtelijke beleidsplannen. Uit de milieubeoordeling, uit de plan milieueffectrapportage komt nuttige informatie over het ruimtelijke beleidsplan, over de mogelijke milieu-impact. Dit kan ook gebruikt worden om bepaalde keuzes te gaan motiveren of om bepaalde andere keuzes te gaan maken. Ook in het kader van het tieringprincipe is het belangrijk om op het juiste schaalniveau het instrument milieueffectbeoordeling in te gaan zetten. En die informatie hoeft dan ook niet meer herhaald gaan worden. Bepaalde vragen naar alternatieven hoeven dan op een lager schaalniveau niet teruggesteld te worden of onderzocht te gaan worden, omdat ze op het juiste schaalniveau al in beeld zijn gebracht. Het volgende aspect zijn vervoersplannen. Als we daar de vraag stellen en even kijken naar de ruime definitie, dan kunnen we wel zeggen dat die ook onder plannen of programma vallen volgens de ruime definitie. De vraag, zijn deze kadervormend voor? Vandaag hebben we eigenlijk nog geen vervoersplannen die voorliggen en die opgemaakt zijn, maar op basis van de huidige inzichten zijn die vermoedelijk geen kader voor projecten van bijlage 1, 2 of 3. Een belangrijke vraag, het volgende toetsingsvraag, is eigenlijk, is er een passende beoordeling vereist? Dus dan moet er ook weer naar concreet toe gekeken worden naar de inhoud van het voorliggende vervoersplan en is er mogelijk betekenisvol effect op SBZ of niet? En hiervoor kan dan ook weer de voortoets gehanteerd worden. Dus het is eigenlijk een geval per gevalbenadering concreet toe aftoetsen aan de inhoud van het plan op zich. Dan gaan we nu even verder kijken naar wat er momenteel al loopt binnen Europa qua initiatieven. Het is zo dat wij vanuit het departement de problematiek hebben aangekaart binnen de EACA expertwerkgroep. Expertwerkgroep rond de projecten en plannen van de Europese Commissie. Dat is een werkgroep die wordt georganiseerd door de Europese Commissie en die zo twee keer per jaar samenkomt. In die werkgroep mag elke lidstaat een vertegenwoordiger van de merexperten van de bevoegde overheid afvaardigen. Voor België zijn dat de vier experten die mogen worden afgevaardigd. Voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel, als ook de federale overheid. Voor Vlaanderen is dat iemand van ons departement van de afdeling BEO die dat doet. Nu, wat hebben wij gedaan vanuit Vlaanderen? Wij hebben daar geduid in die expertwerkgroep op de mogelijk verregaande gevolgen van de brede interpretatie door het Hof van Justitie van het begrip plannen en programma's. Wij
Wij hebben ook diverse vragen gesteld aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten. Zo hebben wij aan de Commissie gevraagd om guidance te verschaffen, eigenlijk richtsnoeren, in verband met de planrichtlijn. En daarnaast hebben wij ook gepolst bij de andere lidstaten van hoe ze met dat Dutremont-arrest omgaan. We hebben daar ook heel expliciete vragen gesteld, hè, van welke criteria hanteren jullie om te beslissen of iets een plan of programma is. Is een plan meer nodig voor regelgeving? Indien er een plan meer nodig is voor regelgeving, is dat dan ook voor regelgeving, voor EU-regelgeving en de omzetting en de implementatie daarvan? En procedureel gezien ook bijvoorbeeld wanneer men gaat werken met amendementen die worden ingediend via het parlement, ja, hoe ga je dat dan gaan bemerren? Ondanks het feit dat wij daar echt al hebben op aangedrongen en zeer expliciet de vragen gesteld hebben wij van andere lidstaten daartoe eigenlijk weinig of geen reactie eigenlijk op ontvangen. Wij hebben de indruk dat zij niet met dezelfde problematiek of toch niet in dergelijke mate daarmee worden geconfronteerd. Verder is het ook zo dat onze minister Joke Schouwvliegen de problematiek heeft aangekaart met een brief gericht aan commissaris Vella. Die heeft ze verstuurd in september met een aantal verzoeken daarin. Ze heeft verzocht om die problematiek van de ruime interpretatie mee te nemen in het refit-proces van de planmerrichtlijn. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Zij heeft ook verzocht aan de commissie van, goed, wat zijn jullie inzichten over de draagwijdte van het arrest Dutremont en de daaropvolgende arresten. En daarnaast heeft zij ook gevraagd van, kijk, stel een geharmoniseerde guidance op naar ons toe. Op EU-niveau, wat heeft men daar al concreet ondernomen? Men heeft een ad hoc werkgroep opgericht. Daar zijn een aantal lidstaten die daaraan deelnemen, niet iedereen. Voor België is dat opnieuw de Vlaamse overheid die daar vertegenwoordigd is. En daar is er een discussiedocument dat circuleert. Dat is opgemaakt ook rond de scope van de definitie van plannen en programma's volgens de planmerrichtlijn. Wat zijn de conclusies daaruit? Dat er een update van de CA Implementation Guidance nodig is rond artikel 2 en 3. Artikel 2 gaat over de definitie plannen en programma's. Artikel 3 gaat over de werkingssfeer van de planmerrichtlijn. Daarnaast dat er ook input van de problematiek nodig is in het refit-proces. En er wordt ook gevraagd een alinering van de planmerrichtlijn met het STEA-protocol. Dat is een protocol op een hoger niveau dat ook over strategische milieubeoordeling gaat. Hoe heeft de Europese Commissie daarop gereageerd? De Commissie heeft eigenlijk een oproep gedaan aan de lidstaten om de problematiek in te brengen in het refit-proces. Zij is ook bezig met de opstart van een studie, dat is nog niet officieel, waarin dan men dan eigenlijk die transpositie van artikel 2 en 3 van de richtlijn door de lidstaten in een nationale regelgeving verder wil gaan bekijken en ook rekening houdend met het arrest Dutremont en de daaropvolgende arresten. Nu, er is momenteel ook een refit bezig van de planmerrichtlijn, waarbij dat de commissie eigenlijk gaat nagaan van kijk, hoe verloopt dat nu met die planmerrichtlijn in de praktijk, hoe gaat dat in zijn werk. Dus men gaat eigenlijk een evaluatie gaan doen van de richtlijn van op het moment van inwerkingtreding tot nu, op vlak van effectiviteit, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde ervan voor de EU. Hoe gaat dat in zijn werk? Er wordt onder andere een publieke consultatie gehouden en ook gerichte bevragingen. Dat gebeurt online, die publieke consultatie en ook met gerichte bevragingen aan de lidstaten waarbij dat dan die input van Dutremont kan worden gegeven. Op 6 december zal er een workshop plaatsvinden waarbij dat dan de conclusies zullen worden gepresenteerd en er een discussie kan worden gevoerd. Tot wat gaat dat leiden? Dat is nog een beetje afwachten. Het kan zijn dat men zal oordelen dat er een review nodig is van de planmerrichtlijn, dus waarbij dat men de richtlijn eigenlijk gaat openstellen voor eventuele aanpassingen. Het kan ook zijn dat men zegt van nee, we gaan dat niet doen, maar er is wel nood aan guidance dus van de Europese Commissie uit, dus aan een soort van richtlijnenboek of richtlijnensnoer naar de lidstaten toe. Goed, hoe zit het in Vlaanderen? Ook bij ons zitten we niet stil en gebeurt er wel wat. Wat de opmaak van planmer betreft, is het zo dat er in het kader van de opmaak van provinciale beleidsplannen, zowel de provincie Antwerpen als de provincie West-Vlaanderen hebben aangegeven dat zij een planmer willen doen of een planmilieueffectrapportage op zijn minst willen doen. En zij hebben daar ook begeleiding gevraagd van de dienst MER.
Op het vlak van verordeningen is er ons één verordening gekend, gemeentelijk steenbok, een verordening in zaken meergezinswoningen van Merchtem, die effectief is ingediend. Er is een screening ingediend om daarover een beslissing te nemen. En dan ook voor de gewestelijke publiciteitsverordening die in opmaak is, is er ook een screening in opmaak. Er is ook een onderzoek gepland. We willen ook eens gaan kijken van goed, stel dat dan ja, voor andere zaken een milieubeoordeling vereist is. Hoe kunnen we strategische milieubeoordeling gaan doen die op maat is en efficiënt en een meerwaarde geeft. Dus dat gaan we ook gaan verder onderzoeken. En ook op het vlak van procedure zit er wel wat in beweging. Binnen het departement zijn er toch meer dan 30 procedures gekend, lopende gerechtelijke procedures rond vergunningen. Die zijn bijna allemaal, die hebben bijna allemaal betrekking op windturbines. Er zit er eentje bij over een gsm-mast en over een mestverwerkingsinstallatie, waarbij dan men dan eigenlijk het Dutremont-middel gaat gaan aanhalen. Bijna al die procedures zijn nog lopende. Er zijn een paar die er al afgelopen zijn, maar daarin heeft de Raad voor Vergunningsbeslissing nog geen uitspraak gedaan over het Dutremont-middel. Bij de gsm-mast wel, maar daar heeft de Raad geoordeeld van goed, dit valt niet onder de planmerichtlijn. Maar dus we hebben nog niet meer duiding wat dat betreft, wat het standpunt is bijvoorbeeld van de Raad voor Vergunningsbeslissing, als ook van de Raad van State over milieuvergunningen. Want het gaat zowel over milieuvergunningen, omgevingsvergunningen als stedenbouwkundige vergunningen, waarover dat er procedures hangende zijn. Niet alleen het vergunningenkader wordt aangevochten, er zijn ook een aantal procedures hangende bij het grondwettelijk hof. In het kader van de codexlijn worden een aantal bepalingen aangevochten en ook daarin wordt dat middel aangehaald, onder andere bij de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, de zonevreemde tuincentra. En ook de definitie van verkavelingen wordt dat gedaan. In één zaak werd ook het Dutremont-middel aangehaald. Dat ging over de ontginningsgebieden, waarin dat grondwettelijk hof nu heeft beslist om over te gaan tot vernietiging van die regelgeving. Maar dat heeft hij niet gedaan omwille van de planmerkproblematiek. Het hof is daar zelfs niet op ingegaan. Hij heeft vernietigd omwille van redenen van inspraak die in het verdrag van Aarhus vervat zitten. Op het vlak van regelgeving heeft de Raad van State in het kader van omzetting van een aantal richtlijnen gevraagd van ja, het zou misschien aangewezen zijn om een milieubeoordeling of een inspraakmoment te gaan doen. En ook in het kader van een ontwerp NB heeft de Raad van State toch opgemerkt van goed gelet op het Dutremont-arrest zou het niet aangewezen zijn om toch een bevraging te gaan doen. Voilà, dat was het. Ik zou jullie willen danken voor jullie aandacht. Dank u wel om op deze manier een duidelijk overzicht te geven van de ervaringen en ondertussen reeds genomen stappen en visies op dat vlak. Wij gaan vervolgens eerst het woord geven aan de heer Strubbe en vervolgens dan ook een vraagronde organiseren. De heer Strubbe, graag aan u het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben Matthias Strubbe, advocaat bij LDR Advocaten. Wij zijn een advocatenkantoor die enkel gespecialiseerd is in omgevingsrecht in de ruime zin. En dus ook bij de materie wel, met de materie vaak in aanraking komen en er ook vaak bij betrokken zijn. Mijn presentatie zal uiteraard deels overlappen met hetgeen zo net is uiteengezet. De nuances zullen iets anders liggen en ook uit bepaalde voorbeelden zal blijken dat het inderdaad geen zwart-wit verhaal is, maar dat we nog altijd toch het minstens gedeeltelijk in een grijze zone zitten. Voor wat betreft eigenlijk te gaan kijken welke instrumenten en reglementaire besluiten enzovoort er nu allemaal onder het toepassingsgebied vallen. Mijn presentatie bestaat kort samengevat uit drie grote luiken. Het eerste is eigenlijk hoe de regeling op vandaag in elkaar zit en waar het probleem zich situeert dat de aanleiding heeft gegeven tot de verschillende arresten van het Hof van Justitie. Een tweede luik is dan een korte bespreking van de arresten van het Hof van Justitie met een aantal belangrijke nuances om dan uit te maken welke plannen en programma's eronder kunnen vallen en wat de mogelijke rechtsgevolgen zijn. En een derde luik is dan eigenlijk een korte bespreking van een aantal instrumenten in de praktijk en dan nagaan aan de toepassingsvoorwaarden zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie of die instrumenten er al dan niet onder vallen. Zeer kort, mijn presentatie beperkt zich enkel tot de Europese regelgeving, zoals vervat in de planrichtlijn. Het doel van die richtlijn is te voorzien een hoog beschermingsniveau voor wat het milieu betreft. En daarbij eigenlijk te gaan voorzien in integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en de vaststellingen
van plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. En hoe gaat men dat doen? Uiteraard door die plannen en programma's aan de milieubeoordeling te gaan onderwerpen. Nu, voor welke plannen en programma's dient overeenkomstig die richtlijn en planmer te worden opgemaakt? Daarvoor moeten twee vragen worden beantwoord. Een eerste vraag is uiteraard, valt uw voorgenomen handeling onder de definitie van het begrippenpaar plannen en programma's zoals gedefinieerd in de planmerrichtlijn? Ja, als dat niet het geval is, is er geen sprake van een plan of programma en is de kous daarmee ook af. Hè? Dan moet je ook niet meer kijken naar die richtlijn. En een tweede vraag is dan, ja, is het inderdaad een handeling die wordt gedekt door die definitie? Dan is er sprake van een plan en programma. Maar niet voor elk plan of programma moet er uiteraard een planmer worden opgemaakt. De planmerrichtlijn kent een bepaald toepassingsgebied. Dan moet je uiteraard uw plan of programma gaan toetsen aan dat toepassingsgebied en dan gaan kijken of er al dan niet een planmer moet worden opgemaakt. Nu, wat de definitie betreft, wordt eigenlijk in de planmerrichtlijn het begrip plannen en programma's omschreven als plannen en programma's, als ook de wijziging ervan die aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen. Een eerste voorwaarde is dat zij door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en of vastgesteld, of door een instantie worden opgesteld om via een wetgevingsprocedure door een parlement of regering te worden vastgesteld. Dat is de eerste voorwaarde aan wat men dus moet voldoen om als plan of programma gekwalificeerd te worden. En een tweede is dat het op grond van wettelijke, lees hier decretale, of bestuursrechtelijke bepalingen moet zijn voorgeschreven. Dat zijn dus cumulatieve voorwaarden en een plan of programma zal er enkel onder vallen als je ook aan beide voldoet. Om een voorbeeld te geven, een gemeente die een bepaald masterplan vaststelt om te gaan overgaan tot een ontwikkeling van een site volgens een bepaalde visie die in dat masterplan wordt gehanteerd. Ja, dat is uiteraard een plan die door een instantie op lokaal niveau wordt vastgesteld, maar een dergelijk masterplan is nergens voorgeschreven op grond van wettelijke, decretale of bestuursrechtelijke bepalingen. Dus valt het ook niet onder de definitie van plannen en programma's. Dan wat de werkingssfeer betreft, eens dat uw voorgenomen handeling dus voldoet aan die definitie uit de planmerrichtlijn, dan moet je gaan kijken, val ik ook onder het toepassingsgebied. En daar kunnen we eigenlijk drie soorten plannen gaan onderscheiden. Een eerste plan is die onder het eerste pijltje is opgesomd, namelijk het gaat om plannen of programma's met betrekking tot landbouw, bosbouw enzovoort, maar ook met betrekking tot de ruimtelijke ordening, die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten die op de bijlagen van de projectmerrichtlijn voorkomen. Over wat gaat het? Over industrieontwikkelingen, stadsontwikkelingsprojecten, maar ook waterbeheersingswerken, ontbossingen enzovoort. Dat zijn allemaal projecten die op de projectmerrichtlijn voorkomen. En dus eigenlijk in de praktijk zal bijna elk ruimtelijk uitvoeringsplan ook voldoen aan die eerste pijltje dat je daar ziet. En voor dergelijke plannen moet er een planmer worden opgemaakt. Een tweede categorie is dan de plannen of programma's waarvoor er een passende beoordeling moet worden opgemaakt. Dus hier neemt men de link met de habitatrichtlijn. Voor dergelijke plannen moet er ook een planmer worden opgemaakt. En dan de derde categorie zit onder het tweede bolletje. En dat zijn eigenlijk alle andere plannen en programma's die wel een kader vormen voor de toekenning voor toekomstige vergunningen van projecten. Maar dat gaat om projecten die niet opgesomd zijn in de bijlagen 1 en 2 van de projectmerrichtlijn. Dus dat is wat ruimer. Maar voor die plannen gaan de lidstaten eigenlijk zelf gaan bepalen of dat plan al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. En dat is een zogenaamde screening dat men dus doet. Stel dat dat het geval is, dan moet je uiteraard ook een planmer gaan opmaken. Dat is dus de derde categorie van plannen en programma's die onder de werkingssfeer valt. Er is ook een uitzondering voorzien voor plannen en programma's waarvoor een planmer moet worden opgemaakt, maar die bijvoorbeeld het gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau, hè, bijvoorbeeld een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die betrekking heeft op een deeltje van het gemeentelijk grondgebied. Daarvoor kan je eerst een screening gaan toepassen om te kijken of dat plan al dan niet aanzienlijke milieueffecten heeft. Indien dat het geval is, moet wel nog een planmer worden opgemaakt. En er is ook een uitzondering voorzien voor kleine wijzigingen van bestaande plannen. Ook daar moet je eerst een screening gaan toepassen om te gaan kijken, zijn er al dan niet aanzienlijke milieueffecten? Zo ja, moet je alsnog een plan meer opmaken. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken uitgesloten van het toepassingsgebied, maar dat is hier minder van belang. Het gaat bijvoorbeeld om financiële begrotingsplannen en programma's en programma's en plannen die bestemd zijn voor de nationale defensie of noodsituaties. Ja, ik heb het al gezegd, een klassiek voorbeeld is een RUP. Dit RUP u wellicht al bekend. Wat is nu het probleem dat aanleiding heeft gegeven tot die arresten van het Hof van Justitie? Is dat het plannen en programma's weliswaar wordt gedefinieerd in artikel 2 van de planmerrichtlijn,
Maar men bij die definitie eigenlijk opnieuw verwijst naar het begrip plannen en programma's die voldoen aan twee bijkomende voorwaarden. Dus men gebruikt eigenlijk het te definiëren begrip in de definitie van dat begrip. En nochtans is dat begrip uiteraard van essentieel belang voor het bepalen van de werkingssfeer van de plan-richtlijn. Nu, in de rechtsnoeren van de Europese Commissie wordt dat ook niet gedefinieerd. Er worden enkel een aantal kenmerken en voorbeelden gegeven. Er staan er daar een aantal opgesomd. En er bestond en bestaat op dit punt dus eigenlijk veel onduidelijkheid van wat is nu eigenlijk een plan en programma, vooraleer dat je dus dat plan of programma die toetsing moet doen aan die dubbele voorwaarden, namelijk dat het is opgesteld door een bevoegde overheid en is voorgeschreven door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. Nu, daar zijn dus nu drie arresten van het Hof van Justitie van belang. Hè, twee Waalse en één Brusselse. Het eerste arrest, zoals reeds besproken, het arrest die alles wat in werking heeft gezet en die toch het meest uitgebreide is, hè, en een precedent vormde, was het arrest d'Outremont. De regeling die daar ter discussie stond, was een Waalse regeling die sectorale milieuvoorwaarden vaststelde met betrekking tot de exploitatie van windmolens. Maar het is misschien niet zonder belang om toch een keer de feitelijke context te schetsen die eraan vooraf ging. Eerst heeft de Waalse regering eigenlijk een soort van referentiekader gaan vaststellen voor de bouw van windmolens. Dat referentiekader is vervolgens worden vervolledigd met het cartografisch materiaal, een referentiekaart. Dat is allemaal wel onderworpen geweest aan de milieueffectbeoordeling. Maar men heeft die oefening eigenlijk nooit afgemaakt. Dat heeft nooit geleid tot een bindende regeling. En men heeft dat dus wat terzijde geschoven en in plaats daarvan heeft men dan eigenlijk een besluit gemaakt. Hè, een besluit die dus betrekking heeft tot de sectorale milieuvoorwaarden voor exploitatie van windmolens. En dat heeft men nooit aan een milieubeoordeling onderworpen. Die regeling bevatte onder meer voorwaarden in zaak hinderaspecten, bijvoorbeeld slagschaduw, maar ook geluidsnormen die eigenlijk gaan differentiëren naar gelang dat je in een verschillende grafische, cartografische zone zou bevinden. Bijvoorbeeld, er gelden andere normen in woongebieden dan in bedrijventerrein enzovoort. Die regeling is dus finaal voor het Hof van Justitie gekomen. Het Hof van Justitie heeft er eerst een aantal algemene vaststellingen gedaan, maar dan is eigenlijk tot essentie gekomen, namelijk hoe moet je plannen en programma's zien. Een plan en programma is iedere handeling die dus door vaststelling van de op de betrokken sector toepasselijke regels en controleprocedures een heel pakket aan criteria en modaliteiten vaststelt voor de goedkeuring en uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Nu, zo'n groot pakket aan criteria en modaliteiten, hoe moet je dat interpreteren? Het Hof zegt, je moet dat kwalitatief gaan benaderen. Dus je moet kijken naar de doelstelling van de richtlijn. De doelstelling van de richtlijn is nog altijd plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben onderwerpen aan een milieubeoordeling. Dus, of dat er al dan niet sprake is van een groot pakket van criteria en modaliteiten, moet je gaan kijken, kan dat pakket aan maatregelen, voorwaarden enzovoort, kan dat aanleiding geven tot aanzienlijke milieueffecten? Indien dat het geval is, is er inderdaad sprake van een groot pakket en zit je met een plan of programma. Dat is eigenlijk nogal heel vreemd, want het Hof zegt dus eigenlijk dat je eerst een soort screening moet gaan toepassen om te kijken of je wel onder het toepassingsgebied van de hele plan met richtlijn valt. Hè. Men heeft hier geoordeeld dat het besluit van de Waalse regering voldeed aan deze voorwaarden, omdat men toch een aantal essentiële beleidskeuzes had gemaakt, in zaken geluidsnormen, slagschaduwhinder enzovoort, die dus wel aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Misschien interessant om nog te vermelden is ook het feit dat dat geen volledig kader bood voor de windsector, was niet relevant voor het Hof, omdat men zegt, ja, op die manier kan je uiteraard alles gaan opsplitsen en aan wetsontduiking gaan doen. En ook dat het geen betrekking had op een specifiek grondgebied, maar een algemene regeling vormde, was ook niet van belang. Dan het tweede arrest is een Brusselse zaak. Het had betrekking op een gezoneerde gewestelijke verordening van Brussel, waarin een aantal normen voor de uitvoering van projecten in de Europese wijk werden vastgesteld. Het ging om bouwhoogte, bouwprofiel, rode lijn enzovoort. Dergelijke echt stedenbouwkundige voorwaarden. Het Hof heeft daar verwezen naar zijn eerdere rechtspraak, dus het arrest d'Outremont. Hij heeft vastgesteld dat die verordening een kader vormt voor stadsontwikkelingsprojecten, die op de bijlagen van de projecten maar voorkomen. Hij heeft vervolgens vastgesteld dat die verordening voorschriften bevat die betrekking hebben op de bouwhoogte, de locatie van gebouwen enzovoort, dat dergelijke voorschriften moeten worden beschouwd als een plan of programma, aangezien zij aanzienlijke effecten kunnen hebben voor het stedelijk milieu. Dus het Hof stelt dat zelf vast. Hè. Het Hof heeft daarbij ook geoordeeld dat het feit dat de vaststelling van een plan of programma niet verplicht is, want die kritiek kwam ook naar voren, dat het ook niet dienstig is. En men heeft vervolgens vastgesteld dat die verordening ook onder de werkingssfeer van de projectmerichtlijn valt.
En dan derde en laatste arrest is opnieuw een Waalse zaak. Dus de omtrek van de stedelijke verkaveling. Wat was dat? Dat was eigenlijk een soort lijn dat men trok op een kaart. Het leek dus gewoon een afbakening. Maar binnen die cartografische aanduiding kon je eigenlijk voor projecten makkelijker gaan afwijken van de heldende stedenbouwkundige voorschriften. Dus het was makkelijker om af te wijken van een gewestplan, van gemeentelijke plannen van aanleg enzovoort. Nu, opnieuw, die zaak is voor het Hof van Justitie gekomen. Het Hof van Justitie verwees naar zijn vorige rechtspraak. Besluit dat die regeling het mogelijk maakt om eenvoudig af te wijken van onder meer bijvoorbeeld gewestplanvoorschriften en zegt dat ja, aangezien die regeling het mogelijk maakt om af te wijken van bestaande plannen, moet het ook dezelfde kwalificatie krijgen als die plannen waarvan je kan gaan afwijken. Hè. En op die manier moet het ook onderworpen worden aan hetzelfde juridische regime, omdat je eigenlijk met dat besluit het door de bestaande plannen vastgestelde kader gaat gaan wijzigen. Dus ook een dergelijke omtrek voor stedelijke verkaveling valt volgens het Hof onder de werkingssfeer van de planmerrichtlijn. Wat zijn nu de gevolgen? Ja, uiteraard is vast te stellen dat het Hof van Justitie een zeer ruime invulling hanteert van het begrip plannen en programma's, met dus als toetssteen de finale doelstelling van de planmerrichtlijn, zijnde het nagaan of de voorgenomen handeling al dan niet aanzienlijke milieueffecten kan hebben. In het licht van die rechtspraak kan uiteraard worden aangenomen dat verschillende reglementaire besluiten uit het omgevingsrecht zoals we die nu kennen onder de werkingssfeer van de planmerrichtlijn komen te vallen. Voor een bepaalde stedenbouwkundige verordening. Ik zeg bepaalde omdat dat niet zomaar kan doorgetrokken worden naar elke stedenbouwkundige verordening. Planologische attesten, aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden enzovoort. En ook minder evidente instrumenten. Er is bijvoorbeeld al gewezen in de vorige presentatie op beleidsplannen. In zoverre dat die beleidsplannen uiteraard bindend zijn voor aanvragen van eigen overheden, zou je ook kunnen zeggen dat het in die zin een kader vormt voor projecten die op bijlagen 1 en 2 van de projectmerrichtlijn voorkomen en dat het daar ook een kader voor wordt. De gevolgen dan voor op gerechtelijk niveau, om het zo te zeggen, indien er voor een besluit ten onrechte geen plan meer is opgemaakt, een besluit die wel degelijk voldoet aan de kwalificatie van plan of project, dan zijn er twee mogelijkheden. Als er nog een beroepsmogelijkheid tegen dat ene besluit openstaat, kan dat uiteraard leiden tot vernietiging van dat besluit door bijvoorbeeld de Raad van State. Is die termijn allang verstreken? Gaat het om een oud instrument, bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verordening die in de jaren 2010 is aangenomen, zonder dat daar ooit een plan meer of screening voor gemaakt is? Dan zou je die buiten toepassing kunnen laten verklaren door de rechter op grond van artikel 159 van de Grondwet. De vraag is natuurlijk of je dat op vergunningenniveau, want daar zal het spelen, met succes zal kunnen aanvoeren. En daar hang je uiteraard af van verschillende situaties. Een eerste situatie is dat je een vergunning hebt verkregen voor een project die volledig voldoet aan een stedenbouwkundige verordening. Oké, als men daar uw vergunning aanvecht en je zegt, ja, maar ja, die stedenbouwkundige verordening was eigenlijk onwettig. Ja, dan is nog maar de vraag welke impact dat heeft op de wettigheid van uw vergunning. Want die verordening is gewoon een kader dat je rekening mee moet houden. Dat biedt geen rechtsgrond voor uw vergunning. De motivering van uw vergunning stoelt daar ook niet op. En het is dan ook nog maar de vraag of je ook benadeeld wordt door zo'n onregelmatigheid. Want bijvoorbeeld voor de Raad voor Vergunningsbetwisting en de Raad van State kan je enkel op ontvankelijke wijze een middel aanvoeren als je ook benadeeld wordt, als je een belang hebt bij het middel, als je benadeeld wordt door de onregelmatigheid die je aanvoert. Dat is een eerste geval. Het tweede geval is uiteraard, in de praktijk, wat zien we bij veel gemeenten, als zij stedenbouwkundige vergunningen verlenen, en zij moeten bijvoorbeeld de verenigbaarheid van een project met de goede ruimtelijke ordening gaan beoordelen, dat zij nogal snel bijvoorbeeld in zaken mobiliteit of parkeren gaan verwijzen van het project voldoet aan de stedenbouwkundige verordening van de gemeente. Punt. Daarmee is dan de kous af. En dat dient dan als motivering voor de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. Ja, als je natuurlijk zo'n vergunning gaat aanvechten en je zegt, ja, je verwijst hier in het kader van de beoordeling van die aanvraag van de goede ruimtelijke ordening, dus iets anders eigenlijk dan dus de verenigbaarheid met de verordening, naar die verordening. Ja, die verordening is uiteraard nooit op zijn milieueffecten onderzocht, die is onwettig. Dat kan uiteraard wel een impact hebben op de wettigheid van je vergunning. De wettigheid van uw vergunning. En dan is er nog een derde verhaal, een derde situatie mogelijk, namelijk wanneer een projectontwikkelaar bijvoorbeeld of een particuliere weigering bekomt omdat zijn aanvraag niet voldoet aan de voorschriften bijvoorbeeld van de stedenbouwkundige verordening. Ja, in dat geval is het uiteraard niet uitgesloten dat men tegen de weigeringsbeslissing beroep aantekent met het argument
dat die stedenbouwkundige verordening, waar men niet aan voldoet, nooit aan een plan meer onderworpen is geweest en om die reden buiten toepassing worden gelaten. Dus daar verschillen ook eigenlijk de rechtsgevolgen naar gelang de concrete situatie. Dan zijn er een aantal concrete gevallen. Een eerste is de klassieke stedenbouwkundige verordening, zoals veel gemeenten die kennen. Die bevatten parkeernormen, voorschriften zaken, groenaandeelbeplantingen, vaak ook oppervlaktenormen of bouwbeperkingen in zaken de hoogte enzovoort. Wel, als we die dan gaan toetsen aan alle voorwaarden. Ten eerste worden die verordeningen vastgesteld, meestal door de lokale overheid. Dus die voldoet aan de eerste cumulatieve voorwaarden van artikel 2 van de planrichtlijn. Die is ook door decretale bepalingen voorgeschreven. Er is voorgeschreven dat zo'n verordening moet worden gemaakt, dat staat in de VCRO. Dus ook de tweede voorwaarde van artikel 2 is vervuld. Het is ook vast te stellen dat een dergelijke verordening een kader vormt voor de categorieën van projecten die worden genoemd in de projectmerichtlijn, bijvoorbeeld stadsontwikkelingsprojecten. Dus men voldoet ook aan de werkingssfeer ervan. En dan moet je natuurlijk gaan kijken, bevat zo'n verordening een groot pakket, of een heel pakket aan criteria en maatregelen. Criteria en modaliteiten, omdat er eigenlijk wel sprake is van een plan. Nu, hier is het zo dat het Hof van Justitie in het arrestibo heeft vastgesteld dat voorschriften in zaken bouwhoogte enzovoort eigenlijk sowieso kunnen aanzienlijke effecten hebben op het stedelijk milieu. En dus hier kan je dus wel aannemen dat de klassieke stedenbouwkundige verordening die inderdaad voorschriften bevat van zaken bouwhoogte, parkeren enzovoort, dat inderdaad kwalificeert als een plan. Dat plan voldoet ook aan alle gestelde voorwaarden om onder de werkingssfeer te vallen van de planmerichtlijn en is dus planmerplichtig. Geldt dat voor alle verordeningen? Dat is onduidelijk, wellicht niet. Om een voorbeeld te geven, een gewestelijk stedenbouwkundige verordening in zaken toegankelijkheid. Ook hier geen discussie, dat wordt vastgesteld hier door een regionaal overheid. Is er decretale bepalingen voorgeschreven, het is een verordening. Hè. Het vormt het kader voor de categorie van projecten die in bijlage 1 en 2 van de projectmerichtlijn voorkomen, want het gaat vaak om grote bouwprojecten, bijvoorbeeld die als stadsontwikkelingsproject kunnen kwalificeren. Maar dan is nog maar de vraag, gaat het hier ook over een groot pakket aan criteria en modaliteiten? Dat bevat inderdaad zeer veel regels, die verordening, maar je moet dat altijd kwalitatief gaan benaderen volgens de Raad. Dus kunnen al die regels die die verordening heeft, aanzienlijke milieueffecten gaan teweegbrengen. Hier gaat het eigenlijk om zaken, technische normering, zaken het toegankelijk maken van gebouwen voor personen met een handicap. Dus het gaat om hellingsgraden van bepaalde van hellingen. het voorzien van gemeenschappelijke ruimtes, breedte van deuren enzovoort. Het gaat eigenlijk om zaken die binnen het gebouw allemaal en ook de buitenaanleg gebeuren, om het gebouw toegankelijk te maken. Hebben zo'n voorschriften dan mogelijk aanzienlijke milieueffecten? Ja, ik denk het eerder niet. Hè. En dan is er ook in die zin geen sprake van een groot pakket aan criteria en modaliteiten, hè, als we dat op kwalitatieve wijze gaan benaderen. En zou je ook kunnen zeggen dat het niet planmerplichtig is. Nu, dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan me inbeelden dat niet iedereen het daar misschien mee eens is, maar nog, zoals gezegd, we zitten hier in een grijze zone. En ik leid dat gewoon af uit hetgeen het Hof heeft geoordeeld. Hetzelfde geldt voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in zaken publiciteit, opnieuw. Vastgesteld door een regionale overheid, door decretale bepalingen vastgeschreven. Het is niet een kader voor categorieën van projecten die op de projectmerichtlijn voorkomen, maar het is uiteraard wel een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten in het algemeen. Hè. Ja, dus publiciteit inrichtingen. Dus die is mogelijk screeningsbelichtig, maar gaat het wel om een plan? Want hier ook kan je opnieuw de vraag stellen, hè, bevat zo'n verordening wel een groot pakket aan criteria en modaliteiten? Na een eerste blik op de verordening, ik heb hem nog niet zo goed bestudeerd, blijkt dat dat niet al te veel voorschriften bevat. Dat dat voornamelijk gaat om een beetje wegblijven van de weg, in functie van verkeersveiligheid ook, zodat de bestuurders niet verblind worden enzovoort. Ook hier kan je de vraag stellen, heeft dat aanzienlijke milieueffecten dergelijke beperkingen gaan opleggen aan publiciteitsrichtingen, vooral langs gewestwegen, dacht ik. Op het eerste zegt eerder niet. Dus hier, ook hier zou je de vraag kunnen stellen, is dat wel planmerplichtig? Eerder niet, zou je kunnen zeggen. Dan de Vlaarem 2-regelgeving zaken stralingsnormen. Want ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn dat de Vlaarem-regelgeving zaken windturbines, naar analogie met de Waalse situatie, wellicht ook aan een planmer had moeten worden onderworpen. Maar geldt dat voor de volledige planmer, Vlaarem 2-regelgeving? Je hebt bijvoorbeeld regelgeving zaken stralingsnormen voor gsm's.
Ook hier, die regelgeving is via de wetgevingsprocedure door de regering vastgesteld, is door digitale bepalingen voorgeschreven. Die VLARM 2-regelgeving vormt geen kader voor categorieën van projecten die op de bijlagen 1 en 2 van de projectmerichtlijn voorkomen, want GSM-masten staan daar niet op. Maar het is natuurlijk wel nog altijd een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen van projecten. En ja, een GSM-mast is uiteraard wel een project, ook al staat dat niet op de projectmerichtlijn op de lijst. Dus die is mogelijk screeningsplichtig in dat geval. Gaat het hier dan wel om een plan? Hè? Is hier sprake van een groot pakket aan criteria en modaliteiten? Nou, die regeling bevat onder meer normen voor elektromagnetische straling, van zendantennes enzovoort. Maar dat is natuurlijk ingegeven met het oog op het vermijden van gezondheidsrisico's. Nu, gezondheidsrisico's zijn wel een effect die op de bijlagen van de planrichtlijn worden vermeld, om echt te gaan kijken of er sprake is van al dan niet aanzienlijke effecten. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen, ja, dat bevat hier ook een groot pakket aan criteria en modaliteiten, want die regeling is er gekomen om gezondheidsrisico's te vermijden, die aanzienlijke milieueffecten kunnen uitmaken. Dus mogelijk zou hiervoor eigenlijk wel een screening moeten worden gemaakt. En dan een laatste geval, het principieel akkoord. Dus zoals gezegd, een woonuitbreidingsgebied kan je op verschillende manieren in de huidige regelgeving, let wel, want er is daar een wijziging op til die wellicht zou worden goedgekeurd. In de huidige regelgeving is het zo dat een woonuitbreidingsgebied op verschillende manieren kan worden ontwikkeld. Het kan rechtstreeks worden aangesneden voor groepswoningbouw, dus als één gemeenschappelijke werf en huizen die er wat hetzelfde uitzien. Daar kan je rechtstreeks naar een vergunning gaan. Je kan het doen na aanname van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Je kan het doen als het al geordend is door de RUP of verkaveling. En je kan het doen na principieel akkoord. Dus als je bijvoorbeeld gewoon daar een klassieke verkaveling wil voorzien, die geen groepswoningbouw is, of je wil er andere functies in voorzien, dan kan je naar de deputatie gaan. Je kan daar een principieel akkoord voor vragen. Als je dat krijgt, mag je eigenlijk kan je geen groepswoningbouw voorzien, maar kan je bijvoorbeeld gewone woningen gaan bouwen in een woonuitbreidingsgebied. Nu, als we dat dan gaan toetsen, opnieuw, het is hier vastgesteld door de provinciale overheid, het is dikker al voorgeschreven, het vormt een kader voor de categorie van projecten die in bijlage 1 en 2 van de projectmerichtlijn voorkomen, wel stadsontwikkelingsprojecten. Het zal meestal gaan over meerdere woningen, daar zit je nogal snel aan. Maar gaat het hier om een groot pakket van criteria en modaliteiten? Uiteindelijk is een principieel akkoord louter een soort toegangsticket om je woonuitbreidingsgebied te gaan aansnijden. Je kan het al eigenlijk helemaal gaan volbouwen met groepswoningbouw via een individuele aanvraag, maar via een PRIAC kan je het eigenlijk voor gewone woningbouw gaan doen. Hè. Het verplicht de overheid wel om een RUP op te maken, maar de RUP zal dan ook aan een planmerkplicht onderworpen zijn. Bevat niet echt stedenbouwkundige voorschriften, het verwijst louter naar structuur en beleidsplan. En je kan ook afvragen of het wel een uitzondering of een afwijking vormt op de gewestplanbestemming. Dat is ook voor discussie vatbaar. Dus op het eerste zicht zou ik zeggen dat het er niet onder valt, maar je kan natuurlijk niets uitsluiten in het licht van de ruime interpretatie van plannen en programma's. Dan een aantal slotbeschouwingen, hoewel dat er al zeer veel kritiek is geleverd op de rechtspraak van het Hof van Justitie en in de rechtsleer onder meer zijn er verschillende rechtsgeleerden die daar toch kritiek op hebben geleverd. Ja, bestaat zij wel en moet er rekening mee worden gehouden in eerste instantie voor toekomstige instrumenten of handelingen die men wil gaan vaststellen. Dan moet je echt geval per geval gaan kijken of die handeling aanzienlijke effecten kan hebben, in de zin van bevat het een groot pakket aan criteria en modaliteiten. Vervolgens ga je de toepassingsvoorwaarden na van artikel 2 en 3 van de richtlijn en kan je dan gaan kijken of er al dan niet een plan meer is vereist. Ook louter technische regelingen lijken eigenlijk eerder onder de werkingssfeer van de planrichtlijn te komen. Hè. Als je dan kijkt naar die regeling in zaken windturbines, dat zou eigenlijk niet mogen. Hè. Zo'n geval zou er niet onder mogen komen, maar de lijn is nogal vaak moeilijk te trekken. Dus wat een technische regeling is en wat niet. Die rechtspraak kan uiteraard leiden tot de wildgroei van effectbeoordelingen, want het ontslaat je uiteraard niet om op projectniveau nog een bijkomende milieueffectbeoordeling te maken. Hè. Dus er zal een belang zijn aan hergebruik van informatie en gerichte milieueffectenrapportage. Dat is ook mogelijk op basis van de richtlijn. En dan zit je uiteraard nog met je historisch passief. Dat kan momenteel problemen veroorzaken. Een wettelijke validatie daarvan is eerder moeilijk, hè, omdat in één wet te vatten ten eerste over welke instrumenten gaat het allemaal. Je kan dat moeilijk gewoon gaan beschrijven. Hè. Ten tweede is er zeer strenge rechtspraak van het Hof van Justitie op dat punt. Er is een Oostenrijkse zaak dat men dat heeft geprobeerd bij projecten die nooit al milieubeoordeling zijn onderworpen. Dat is er ook allemaal niet aanvaard. En ons eigen grondwettelijk hof heeft ook in 2013 al
bij het integratiespoor, bij de vertegenwoordiging daarvan, eigenlijk erop gewezen dat dat slechts als uiterste redmiddel kan worden aangewezen. Dus een wettelijke validatie in algemene regeling lijkt me eerder moeilijk. Je zou beter per instrument eigenlijk gaan nagaan of het al niet problematisch kan zijn en dan eventueel opnieuw overgaan tot een vaststelling ervan. Zo, dat was mijn uiteenzetting daaromtrent. Dank u wel ook aan de heer Subbe om toelichting te geven bij het hele verhaal rond de MER. Ik heb daar een bepaald gevoel bij als ik heel de toelichtingen hoor, om in één woord samen te vatten, maar ik ga dat nog voor mij houden in deze. Maar toch, collega's, ik kan me indenken dat het ook voor jullie heel wat vragen mogelijk ook wel oproept. En bij deze dus graag aan jullie het woord, collega Taleman. Wel, voorzitter. Ik wil alle sprekers bedanken voor hun toelichting in toch wel een zeer complexe materie. Ik zit waarschijnlijk aan hetzelfde woord te denken als de voorzitter. We kunnen het misschien straks nog eens over hebben. Ik heb één vraag ten aanzien van het departement Omgeving. Ik heb begrepen dat de uitspraken van het Hof van Justitie uitspraken zijn die te maken hebben met procedures of met verordeningen Brussels hoofdstedelijk gewest in Wallonië. Dat er momenteel een dertigtal procedures vanuit Vlaanderen lopende zijn. Maar heb ik het goed begrepen dat er tot op vandaag daaromtrent nog geen uitspraak is of wel al uitspraken zijn? Dat is één vraag. En dan een tweede daaraan gekoppeld, dat is ja, departement Omgeving, maar ook de minister, wordt er vanuit een bepaalde voorzorg een advies gegeven aan de lokale besturen. Ik zie al volledig voor mij dat een aantal ambitieuze nieuwe lokale besturen van plan gaan zijn om een aantal stedenbouwkundige verorderingen of een nieuw structuurplan of een andere beslissing te nemen als het gaat over omgeving. En mijn vraag is dan ook welk voorzorgs- of welk advies wordt gegeven aan die lokale besturen als zij dus met plannen zitten rond verordeningen of andere stedenbouwkundige tools, ik ga het maar zo noemen. En dan ten aanzien van meneer Strubbe van LDR. Uw slotbeschouwing zegt van ja, de rechtspraak van het Hof van Justitie kan leiden tot een wildgroei van effectbeoordelingen. Dat geeft u zelf aan in uw slotbeschouwing. Nu, ik trek het misschien op flessen, ik weet het niet, maar u heeft een overzicht gegeven waar uw inziens geen MER nodig is. Maar ik vraag me dan af, ja, op den duur, lokale besturen zitten met tal van omgevingsvergunningen. Dat kan gaan over een woning, een stalling, eender wat. Moeten die lokale besturen zich dan ook zorgen gaan maken dat er op een bepaald moment ook een serieuze screening zal nodig zijn voor een eenvoudige omgevingsvergunning? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag ook aan u. Collega Ronsen. Dank u wel aan de sprekers. Ik moet zeggen, toen we de problematiek in mei in de plenaire brachten, zeiden we dat we met een probleem zitten. En na het aandachtig luisteren naar u allen, denk ik dat we met nog een groter probleem zitten. Niet enkel op Vlaams niveau. Ik denk dat het een probleem is dat elke lidstaat heeft. Maar het is wel een heel wezenlijk probleem. Want wij als overheid, en dan heb ik niet enkel over de Vlaamse overheid, maar ook over de provincies, over lokale besturen, creëren verschillende instrumenten waar tegenover vergunningen worden aangevraagd, toetsingskaders, noem maar op, afwijkingsmogelijkheden. En dat zijn allemaal zaken waarop mensen, natuurverenigingen, investeerders, noem maar op, beslissingen nemen. En uit elke toelichting die er tot nu toe geweest is, blijkt dat al die instrumenten die wij creëren bijzonder broos zijn. Bijzonder broos voor Europese rechtspraak. En wat nog meer blijkt is dat, als ik u goed begrepen heb, zelf uit beide toelichtingen een aantal subtiele verschilpunten blijken.
En ik denk dat we daar hier in het Vlaams parlement toch een serieuze kluif, dank u collega Neves, aan hebben. En serieus werk aan hebben om dat uit te klaren. Ik ga in eerste ronde al een aantal vragen stellen. Eerst dan vooral over de stedenbouwkundige vergunningen. Verordeningen. Wat ik mij afvraag is, wat met stedenbouwkundige verordeningen die na de inwerkingtreding van de richtlijn zijn ontstaan? Kunnen die nu allemaal aangevochten worden? Vergunningen die er zijn op basis van die verordeningen, kunnen die aangevochten worden? In welke mate zijn die juridisch, houden die staande? Maar ook, ik heb de sprekers van de administratie Ruimte Vlaanderen horen zeggen, wij gaan nu voor alle verordeningen het voorzorgsprincipe hanteren. De minister heeft ons dat ook in de plenaire aangegeven. U zegt eigenlijk, het is subtieler, het is genuanceerder. Voor een aantal stedenbouwkundige verordeningen moeten we zeker planmeer voorzien. Voor een aantal, uw voorbeeld van die toegankelijkheid, zou het niet nodig zijn. Misschien kan dat uitgeklaard worden in een onderling debat. Dat lijkt mij alleszins iets wat boeiende materie is. Over het aansnijden van woonreservegebieden, woonuitbreidingsgebieden, ja, werd er terecht gerefereerd naar de nieuwe regelgeving die goedgekeurd is in december 2017 met de aangepaste regeling voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, waarbij dat er nu wel een duidelijk plan, kwaliteitseisen, normen en voorschriften bij de aanvraag moeten zitten, die een overheid dan in een aantal stappen moet goedkeuren. Dan vraag ik mij af, is die nieuwe PRIAC-regeling, is die dan wel meerplichtig? Dat is ook een vraag naar alle panelleden. Dus wat met de nieuwe PRIAC-regeling? Windenergieprojecten. We hebben het fameuze arrest d'Outremont, waar veelvuldig naar verwezen is, maar ook op Vlaams niveau hebben we, en u heeft er ook naar verwezen, de Vlaanderen-regelgeving, waarbij toch een aantal zeer fundamentele algemene en sectorale bepalingen en maar liefst, we hebben ze opgeteld, 5206 expliciete voorwaarden staan, slagstaal, uw geluid, noem maar op. Moeten wij nu ook op Vlaams niveau vrezen dat gans die regelgeving onderuit kan worden gehaald op basis van het ontbreken van een milieueffectenrapportering? En indien zo, welke maatregelen suggereert u ons om te ondernemen om die regelgeving, die toch vrij fundamenteel is, staande te gaan houden? Hetzelfde geldt trouwens in verband met een ander recent goedgekeurd ontwerp van decreet van de Vlaamse regering rond bestemmingsneutraliteit, waar men eigenlijk zegt alternatieve energieproductie, ook voor gebouwen waar een ruimtelijk uitvoeringsplan ze verbiedt, kan. Nu, ook daar is de vraag, moet dan in het licht van deze problematiek ook daar een meerplicht voorzien worden of niet? Op welke manier kan dat besluit of ontwerp van decreet die toetsen doorstaan? En dan ja, het werk dat wij hier zelf dagelijks verrichten, er is al naar verwezen geweest. Hoe zeker zijn wij nog op vandaag als parlement, als leden van de commissie, wanneer wij amendementen van de regering of eigen geschreven amendementen stemmen, dat die al dan niet meer plichtig zijn? Hoe moeten we daarmee omgaan? Een aantal algemene bedenkingen. U heeft er ook naar verwezen. We hebben een plan meer en een project meer. Hoe zien jullie, of hoe ziet u daar in de toekomst eventueel een betere afstemming of een betere vereenvoudiging? Want heel vaak is een project meer gewoon een copy-paste van een plan meer. Zijn daar eventueel mogelijkheden om, ook in het licht van die problematiek waarvoor we nu staan, om die te gaan integreren en één adem mee te gaan uitschrijven? Ja, kortom, zeer veel vragen. Toch een stevig gevoel van onzekerheid. Een onzekerheid die natuurverenigingen, burgers, investeerders treft en die we met z'n allen
gaan moeten oplossen. Ook een onzekerheid die alle nieuw verkozen lokale besturen en provinciebesturen treft. Misschien moeten we bestuursakkoorden ook aan een plan meerplicht gaan voorzien. Ik weet het niet. In ieder geval dank dat u de tijd hebt willen maken om ons hier van toelichting te voorzien. Dank ook al op voorhand voor het beantwoorden van onze vragen. Want het lijkt mij toch een zeer belangrijke werf voor het parlement. Collega Van Dalen. Ja, kleine aanvulling bij wat collega Rons zei. Ik dacht dat mevrouw van het departement het op een bepaald moment had over het MAP, het mestactieplan. Als ik het artikel las van meneer Schrubbe in Tros, dan lijkt hij er ook wel aan te twijfelen of we voor pas, voor de programmatorische aanpak stikstof, of we daar ook niet een plan meer of een mer voor nodig hadden. En dan wil ik ook wel eens vragen aan de sprekers, wat is de visie daarop? Moeten wij dat ook doen voor heel de regeling rond de pas? En ik dacht, maar misschien hebt u daar een beter zicht op, ik dacht dat in Nederland een procedure aanhangig werd gemaakt om daar de pasregeling inderdaad aan te pakken, omdat een plan meer ontbreekt. Wat is jullie visie daarop? Collega Peters. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil bij deze ook de mensen van het departement Omgeving als ook de heer Schrubbe danken voor hun uiteenzetting. Nu, we hebben het arrest van het Hof van Justitie en daarbij de ruime interpretatie aan plan en programma. Maar ik denk inderdaad, als we dit vandaag hier de nadere toelichting omtrent krijgen, dat voor velen inderdaad de rechtszekerheid van hun afgeleverde vergunningen in het gedrang komt en ook het verhaal rond de vereenvoudiging. Want dat is toch ook iets waar we lange tijd allemaal een enorm pleidooi voor gehouden hebben. Nu, ik heb zelf nog een aantal concrete vragen. En de eerste concrete vraag is eigenlijk wat met de beleidsplannen to court. Ik heb daar straks al gehoord van de mensen van afdeling Groep dat er voor twee provincies bij de opmaak van het provinciale beleidsplan al een planmer aanvraag is ingediend. Nu, ik heb daar de provincie Limburg bijvoorbeeld niet bij gehoord en zelf kom ik uit Limburg. Dus mijn vraag is, gaan die andere provinciale beleidsplannen ook onderworpen worden aan een planmer? En of gaat u hun dat al dan niet adviseren? En te koer ook wat met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen of de strategische visie die de afgelopen zomer door de Vlaamse regering is goedgekeurd. Valt dit dan ook niet onder de ruime definitie of de ruime interpretatie van een plan of een programma dat opgemaakt wordt? We weten wel dat dat ontwerp BRW geen aanpassing had of geen beleidskaders had en daardoor eigenlijk niet rechtstreeks een wijziging inhoudt van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Maar anderzijds, ja, moet dit beleidsplan Ruimte Vlaanderen volgens u ook onderworpen worden aan een planmer? En of denkt u dat alleen de beleidskaders die straks moeten volgen onderworpen moeten worden aan een planmer? En dan mijn tweede vraag is dan, moeten die provinciale beleidsplannen, ruimtebeleidsplannen, ook goedgekeurd worden, ook voorafgaandelijk een planmer hebben, als ook natuurlijk de lokale beleidsplannen? Dan over de vervoersplannen. Daarvan heb ik van afdeling GOP vernomen van, kijk, het is niet heel erg duidelijk. Het is geval per geval te bepalen. Nu, ik denk toch ook als men het hier gaat hebben over een grotere regio en men toch kiest voor de hele ruime interpretatie, gaat dan straks een vervoersplan niet ook to court planmerplichtig worden? Dan een vierde vraag is het verhaal van de omzendbrieven en eigenlijk ook andere regelgeving. En of decreten die een bepaald doel voor ogen hebben, of ad hoc decreten, of hoe ik het ook moet noemen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de omzendbrief ruimtelijke transitie, waarbij de indeling wordt gemaakt in bebouwd gebied en onbebouwd gebied. Als ik de uitleg daar straks gehoord heb, dan lijkt mij die omzendbrief toch ook wel duidelijk een aantal regels voor op te stellen. En zou die ook planmerplichtig zijn, tenzij u daar een ander oordeel over heeft, dan zou ik dat natuurlijk ook graag horen. En diezelfde vraag is dan ook wat met het ontwerp van decreet dat recentelijk ook is goedgekeurd door de Vlaamse regering
rond het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden. Moet daar dan ook specifiek een planmerk voorafgaandelijk voor opgesteld worden, omdat men daar toch ook bijkomend opnieuw plannen en richtlijnen vastlegt voor toekomstig kader voor het afleveren van vergunningen. En dan tenslotte nog wat betreft de lokale verordeningen. Ik denk dat inderdaad heel wat lokale besturen lokale verordeningen hebben en dat heel wat lokale verordeningen dateren van na de richtlijn, van na 2001. Moeten we ons dan straks gaan zorgen maken over alle mogelijke procedures die nog zouden komen als die verordeningen, op grond waarvan, dat gelijk meneer Stubbe zei, een vergunning wordt afgeleverd, komen die dan straks allemaal in het gedrang? Dat zijn zowel mijn vragen. Dank u. Collega Mulleman. Excuseer, ik dacht dat net uw hand te mochten ingaan. Zijn er nog collega's die wensen te komen? Oké, collega's, ik sluit mij graag aan bij een aantal vraagstellingen, maar ik had daar straks het gevoel als ik de hele toelichting, en we wisten natuurlijk dat het een complexe problematiek was, maar als ik de verschillende toelichtingen hoor en de verschillende overwegingen, was er maar één woord die mij eigenlijk door mijn hoofd spookte en was van, kijk, als ik ergens het woord Kafka mag gebruiken, dan is het eigenlijk, denk ik, hier wel. In de zin dat al hetgene wat we eigenlijk proberen na te streven van rechtszekerheid, transparantie, vereenvoudiging, snelheid, ja, dat dat hier toch wel een stuk zoek is, of volledig zelfs zoek is. En dat we inderdaad ons toch de vraag moeten stellen op welke manier dat we daar wel toch wel verandering in kunnen brengen of hoe dat we dat kunnen aanpakken om dat te vermijden. Hè. Want de verschillende overwegingen en vragen die ook collega's hebben gesteld, van ja, valt dit er dan nu wel onder of niet? Ik denk dat het tekenend is dat eigenlijk gewoon alles op in vraag gesteld wordt en een stukje op losse schroeven wordt gezet. En dat dat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. Dus in deze zou ik eigenlijk aan de mensen aan deze zijde van de tafel willen vragen, vooral van kijk, hoe kijken jullie daarnaar en of wat zouden mogelijkheden zijn om hier terug een ommekeer in te kunnen brengen. Ik hoor, ja, er is veel werk vanuit het parlement, maar ik stel mij in deze de vraag of dat we dat eigenlijk zelfs vanuit het Vlaams parlement kunnen, gezien dat het eigenlijk van het Europees Hof ook wordt aangevochten. Hoe kijken jullie daar naartoe? Wat zouden wij in deze zelf eventueel kunnen ondernemen vanuit het Vlaams parlement? Is het interessant of is om na te denken over een eventuele uniformisering van een aantal zaken, toch meer dan dat we dat vandaag doen? Want nu werken we heel vaak ook op maat, verschillende afwegingen dus, maar wat zijn daar de voor- en nadelen dan van? Twee, heb ik het gevoel dat, maar dat is mogelijk een gevoel dat in andere lidstaten in Europa, ik weet niet welke mate dat ook even fel speelt. Dus het is alleszins al aangebracht op Europees niveau, wat ik denk ik vind dat een hele belangrijke stap. Maar Europa is ook niet altijd de snelste leerling van de klas. Dus ik maak me een beetje bezorgd over het feit van ja, wanneer gaan we daar ook effectief effecten van kunnen zien. En natuurlijk wordt dat een stukje misschien mee bepaald in hoeverre dat ook andere lidstaten de noodzaak ervan inzien en of ervaren ook. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En dus echt ja, de vraag of de roep van wat denken jullie waar de focus op gelegd moet worden om hier toch echt wel een ommekeer in te kunnen brengen in dit verhaal, want dit klinkt echt niet oké. Bij deze. Ik kijk nog eens in de zaal. Ik zie daar geen extra handen omhoog gaan. Dus graag het woord. Mag ik in de volgorde werken als daar straks aan mijn rechterzijde dan? Wie wenst als eerste te antwoorden? Er zijn heel veel. Ik kan mij misschien indenken dat de verschillende vragen van kijk, valt dat nu onder een merkplicht of een niet? Ik kan me indenken dat heel specifieke vragen zijn en misschien ook tricky is om daar nu zomaar op te antwoorden. Maar oké, het is denk ik belangrijk wel dat het kader dan geschapen wordt. De heer Zager, graag nu het woord. Ja, dank u wel. Ik zal de spits afbijten, want ik kan me voorstellen dat het inderdaad geen evidentie is. En ik denk, het is een zeer complexe materie. Het is een complexe materie, niet alleen in het parlement, maar ook in de administratie, om geconfronteerd te worden met
plots interpretaties van Hof van Justitie die de zaken dreigen uit te breiden. Dan is inderdaad de eerste vraag van ja, waar slaat dat dan allemaal op? We hebben geprobeerd om met een paar voorbeelden een duiding te geven, maar heel vaak is het dus een geval per geval benadering. En dat is precies het moeilijke van de zaak. Dus is het van toepassing of is het niet van toepassing? Heel vaak zal het een geval per geval benadering moeten zijn die je moet hanteren. En op basis waarvan je moet kijken van wat is er nu en wat is er nu niet? Ik denk dat er ook niet voor niks en ik denk dat... dat jullie het zelf geweest zijn die in een memorie van toelichting bij het decreet geschreven hebben met betrekking tot beleidsplannen, dat het aan te raden is om die planmerkplicht toch eens te bekijken. Ik denk effectief, dat was wel een duidelijk signaal, denk ik. Dus je zou dat kunnen zeggen, sommige van de beleidsplannen en de strategische visies ja, misschien niet, maar andere dan misschien toch weer wel, omwille van... een stuk puur kadervormendheid van de plannen. Dus het is echt een geval per geval beoordeling. En dus met andere woorden, nu zomaar zeggen, in dat geval is het zeker ja en in dat geval is het zeker nee. Dat is geen eenvoudige analyse om te maken. Dus dat zou eigenlijk bijna in een aantal gevallen geval per geval moeten voorleggen. Maar goed, ik laat mijn collega's die... uiteraard de zaken veel meer van nabij volgen. Even misschien inzoomen op een paar concrete vragen. Ik zal misschien als eerste antwoorden op de vraag die werd gesteld in het kader van zijn er al uitspraken over de hangende procedures? Zoals ik daarnet al zei, er zijn een aantal uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar ofwel spreekt hij zich niet uit over het Dutremont-middel dat is opgeworpen en in die ene zaak over die telecommast heeft de Raad wel geoordeeld en daar heeft de Raad gesteld van nee, het zit niet binnen het kader van... de planmerrichtlijn, dat kan bediscussieerbaar zijn, maar goed, dat is het huidige standpunt van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat is dan enkel over die gsm-mast. Dus in de procedures over windturbines zijn er nog geen uitspraken over het Dutremont-middel. Dus het is afwachten wat dat betreft. Daarnet werd ook de vraag gesteld, specifiek met betrekking tot PAS. Daarvoor is een planmer in opmaak. Dus dat gebeurt. Er werd ook de vraag gesteld vanuit de stedenbouwkundige verordening en het voorzorgsprincipe dat er aangehaald wordt van kijk toch best een plan milieueffectrapportage te gaan doen. Het is ook wel zo dat men ook altijd concreet moet kijken naar de inhoud van de verordening. Wat wil men er mogelijk mee realiseren? Kan het mogelijk kader vormen voor projecten van Vlaams besluit dan bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3... Kan er mogelijke impact zijn op speciale beschermingszones? Dus eigenlijk is het de bedoeling om heel goed te weten van kijk, wat wil je realiseren? Wat staat daarin? Kan dat gekoppeld worden aan het kadervormen voor? Kan dat gekoppeld worden aan speciale beschermingszones? En kunnen er eigenlijk überhaupt aanzienlijke milieueffecten zijn? Dus eigenlijk moeten die vragen telkens opnieuw gesteld worden en eigenlijk geval per geval bekeken worden. Hoe dat dan eigenlijk zo'n screening zou kunnen verlopen, gaan we wel bekijken ook. Van of dat we aan de hand van bepaalde schablonen zouden kunnen hulp aanreiken om die vragen te stellen en die oefeningen te gaan maken. We gaan ook proberen om op de antwoorden op de vraag van kijk, je hebt planmerk, je hebt projectmerk, je hebt verschillende procedures, verschillende inhoud. Het is ook heel belangrijk om alles echt op maat te gaan doen. Om te voorzorgen als je met een heel algemeen plan, met een aantal algemene aspecten gaat zitten, dat die milieueffectbeoordeling dan ook op maat gebeurt, op dat algemeen schaalniveau. Dus we gaan ook gaan kijken of dat we gaan studies gaan uitvoeren om te gaan kijken van kijk, welke methodologieën kunnen we dan toepassen? Hoe doen we dat best zo efficiënt mogelijk om ook een aantal voorbeelden aan te gaan reiken? Ook wetende dat je geen zwart-wit voorbeelden hebt. Voor het ene type plan of programma zal die methodiek meer aangewezen zijn, voor een ander een ander. Dus... ook in het buitenland, bij lidstaten, vind je ook niet zoveel voorbeelden. Dus voor ons is het ook nog wat zoeken naar die methodologie. We gaan dat ook gaan proberen doen. En we gaan ook proberen van zoveel mogelijk schablonen en duiding en hulp te gaan aanbieden. Maar de rode draad blijft wel dat het echt iedere keer een geval per geval beoordeling is. En het ook belangrijk is om, als er een plan meer wordt opgemaakt, of een plan meer screening, om dat op het juiste schaalniveau te doen. En ook niet te diep te willen gaan. Dus de elementen die concreet over
projecten meer gaan, waar men echt heel concrete elementen gaat vastleggen. Dat is eigenlijk een ander schaalniveau, waar dat meer modellen en zo vereist voor zijn. Op het planmeerniveau is het eerder een kwalitatieve beoordeling. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat dat onderscheid gemaakt wordt en dat wij ook vanuit de administratie daar toe stimuleren en ook goede voorbeelden in aanreiken. Dan even kort, gebundeld misschien antwoorden. Even een algemene opmerking. In zoverre, men hier vaak verwijst naar bijvoorbeeld de regeling in Nederland, is dat pas of dat het overal een probleem zou stellen. Het is niet zo dat iedereen daar eigenlijk evenveel mee bezig is, ook zoals in Vlaanderen. Ik was vorig jaar op een studiedag in Nederland over iets helemaal anders, over ruimtelijke ordening en de dienstrichtlijn. Dat is iets dat er al super lang speelt. Dat wij in Vlaanderen eigenlijk momenteel dergelijke discussies nog niet kennen. Dat is ook Europese regelgeving. De vraag was daar, waarom zijn jullie daar niet mee bezig? En ik zei, ja, we hebben andere dingen aan ons hoofd. Bijvoorbeeld milieueffectrapportage enzovoort. En daar viel zij compleet uit de lucht op welke manier dat problemen zou kunnen opleveren. Dus dat was even slikken. Om te zien dat Europese regelgeving toch in bepaalde lidstaten compleet anders kan leven. Ik merk dat er een aantal opmerkingen zijn, bijvoorbeeld omtrent decretale wettelijke regelingen enzovoort. Bijvoorbeeld bestemmingsneutraliteit, amendementen die worden aangeleverd. De nieuwe regeling in zaken woon-uitbreidingsgebieden, waar de SARO ook op heeft gewezen, van dient hier voor deze regeling überhaupt geen plan meer te worden opgemaakt. Nu, ik kan daar moeilijk uitspraken over doen, waarom één, er is geen rechtspraak over. Het is niet duidelijk of een decretale regeling überhaupt als een plan te beschouwen is. Er is daar geen rechtspraak over. De SARO verwijst wel naar de richtsnoeren van de Europese Commissie, waarin inderdaad wordt gesteld dat in bepaalde lidstaten de vaststelling via een wetgevingsprocedure door het parlement of regering een van de procedures is waarbinnen plannen en programma's kunnen worden vaststgesteld. Dat staat er gewoon in. Dat is een vaststelling dat inderdaad vroeger voor bepaalde lidstaten zo gebeurde. Het is ook zo dat in het arrest d'outrement wordt verwezen dat een algemene regeling ook als een plan kan worden beschouwd. En dat de planmerrichtlijn inderdaad melding maakt van wettelijke regelingen. Maar als je natuurlijk gaat toetsen aan die twee cumulatieve voorwaarden, het eerste is dat een plan moet worden opgesteld, bijvoorbeeld via een wetgevingsprocedure door het parlement, ja, oké, dat is één, je voldoet eraan. Maar twee, het moet ook op grond van wettelijke, decretale of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven. Ja, is de grondwet een wettelijke bepaling? Ik bedoel, het gaat hier om decreten. Een uitvoeringsbesluit, akkoord, dat is voorgeschreven, bijvoorbeeld door de VCRO, verordening is voorgeschreven door de VCRO enzovoort, maar eigenlijk een decreet op zich, is dat voorgeschreven door wettelijke regeling? Het is nog maar de vraag, hoe ver moet je dat gaan interpreteren? Dus dat is ook onduidelijk. En zolang dat er daar geen duidelijkheid komt over de rechtspraak, is het ook moeilijk gewoon om zomaar te zeggen, ja, wettelijke regeling valt eronder. En dan is nog maar de vraag, hoe ga je dat ook in de praktijk gaan doen? Ik ben geen merdeskundige. Maar als je bijvoorbeeld ingrijpt in iets dat over het hele Vlaamse grondgebied kan, hoe ga je daar eigenlijk, zeker met hoe dat men momenteel omgaat met milieueffectrapportage, zoveel mogelijk proberen te beschrijven en zo dik mogelijk een boek proberen te maken. Ik denk, het kan wel inderdaad handig zijn als je dat zeer gericht doet en nadenken over keuzes en welke effecten en gevolgen je een bepaalde regeling kunnen hebben voor het milieu, kan dat wel nuttig zijn. Maar om daar nu voor te zeggen dat het voor elke decretale regeling zo moet zijn, dat weet ik niet. Daar kan ik ook geen sluitend antwoord op geven. Dat is momenteel onduidelijk. Wat dat die omzendbrief betreft, een omzendbrief is natuurlijk ook maar een leidraad. Als je daar eigenlijk zelf voor, als je dat gebruikt als motivering in je beslissing zonder daar zelf eigenlijk een oordeel over te vellen, is je beslissing onwettig. Omdat het niet is geen regel. Je kan ook via een omzendbrief geen regels gaan toevoegen aan een decreet of besluit. Dus in die zin, en dan is ook nog maar de vraag, is een omzendbrief ook voorgeschreven op grond van wettelijke en decretale bepalingen? Dus ik denk niet dat die omzendbrief eigenlijk binnen het toepassingsgebied valt dan van de planmerrichtlijn. Wat dat de beleidsplannen betreft, daar moet je twee zaken onderscheiden.
Eén, dat kan altijd uiteraard een effect hebben op speciaal beschermingszones. Dat kan je aan de hand van de voortoets nagaan, is er daar een passende beoordeling voor vereist. Als dat het geval is, dan is het sowieso planmerkplichtig. Aan de andere kant kan je zeggen, er zijn een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd met de codexterrein aan die beleidsplanning, die toch een zekere bindende werking hebben. Bijvoorbeeld die bindend zijn voor een overheid bij het beoordelen van haar eigen, bij het uitwerken van eigen projecten. Biedt het in die zin een kader voor projecten? Dat kan ik niet uitsluiten, volgens het departement niet. Maar ja, je kan het argumenteren in beide richtingen. En het is hetzelfde met die verordeningen. Ik ben geen merkdeskundige, ik ben maar gewoon jurist. Maar als je echt zeker wil zijn, voor mij een verordening zaak toegankelijkheid, stel ik mij de vraag over hellingsgraden en gemeenschappelijke ruimtes, kan dat aanzienlijke effecten hebben? Dus kan dat een pakket aan criteria en modaliteiten bevatten? Dat gaat mij patch te boven, voor mij niet. Maar voor hetzelfde geld zeggen merkdeskundigen, ja, omwille van al die bepalingen die daarin zitten, kan dat misschien wel bepaalde milieueffecten hebben, omdat je bijvoorbeeld aan een bepaald percentage... door het voorzien van gemeenschappelijke binnenruimtes dat je tot grotere projecten komt, of weet ik veel wat. Allee, dus het is allemaal momenteel nog wat grijs en niet zwart-wit. En wat dat dan algemeen betreft, de verordeningen die na 2004 zijn vastgesteld zonder dat er een plan meer voor gemaakt is, dus de klassieke verordeningen, denk dat je daar moeilijk over kan twisten dat die niet aan de planmerkplicht onderworpen zouden moeten zijn geweest. Zoals gezegd kan je daar eigenlijk verschillende situaties gaan onderscheiden. Het is niet dat er nu ineens een beroepsmogelijkheid tegenover staat. Je kan die niet gaan laten vernietigen. Je kan die wel in het kader van individuele vergunningendossiers uiteraard gaan eropen. Zeggen, ja, die verordening was al wettig. En daar zijn er uiteraard geval per geval verschillende uitkomsten mogelijk. En moet je ook rekening houden met het feit dat als je een middel wil aanvoeren voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbeslissing, dat je een belang moet hebben bij dat middel. Als je een middel aanvoert die eigenlijk leidt tot een lager beschermingsniveau, als buurtbewoner of natuurvereniging, zie ik niet in welk belang dat je hebt bij de middel om dat aan te voeren. Hetzelfde geldt ook eigenlijk voor algemene vergunningen die zijn verleend die voldoen aan de verordening. Ja, die vergunningen steunen niet op die verordening. De rechtsgrond is nog altijd de onderliggende gewestplanbestemming of bestemming die een ruimtelijke uitvoeringsplan eraan heeft gegeven. Dat is gewoon een kader binnen waar je projecten moet uitwerpen. En dat gaat ook de wettigheid van die vergunning niet per se aantasten. Het zijn natuurlijk andere situaties denkbaar, waarbij je natuurlijk in het kader van goede ruimtelijke ordening gaat verwijzen naar bepalingen uit stedenbouwkundige voorschriften om te zeggen, ja kijk, qua parkeerproblematiek is er geen probleem, want we voldoen aan de verordening. Ja, als die verordening zelf natuurlijk nooit aan een milieueffectenbeoordeling is onderworpen geweest, dan lijkt dat ook nogal, ja, soms is het ook gewoon willekeurig. Hè? Als voor heel de gemeente zegt van ja, per woonactiviteit moet je één autostandplaats hebben, of dat je nu in de kern woont of in het buitengebied, dat is wel een wezenlijk verschil. Dat kan ook een heel andere dynamiek veroorzaken, een heel ander effect hebben. Dus het is ook niet onlogisch dat je natuurlijk ergens, als je zo'n instrument aanneemt, dat je daar toch bepaalde effecten van gaat onderzoeken. Maar dat moet uiteraard wel op een gerechte manier gebeuren. En wat dat dan tot slot, ja, die wildgroei waar ik van spreek, daarmee had ik bijvoorbeeld... Doelde ik bijvoorbeeld op, stel dat een beleidsplan op provinciaal niveau planmerplichtig is. Oké, ja, je maakt daarvoor de plan maar op. Dan maak je als gemeente een gemeentelijk beleidsplan op. Ja, die is dan misschien ook planmerplichtig. Dan maak je hem opnieuw op. Dan neem je een ruimtelijk uitvoeringsplan aan in het kader van die beleidsplan die zijn aangenomen. Ja, daarvoor moet je sowieso een plan maar gaan opmaken. En als je dan nog een groot project wil gaan realiseren, dan moet je nog een finaal een project maar gaan voegen. Het is niet zo dat de ene verplichting de andere automatisch ontslaat. Dat kan enkel binnen wel bepaalde voorwaarden. Maar daar lijkt het opnieuw ook dat we moeten gaan naar een gerechte milieueffectrapportage, waarbij dat men afstapt van het feit dat alles moet onderzocht worden tot in de puntjes en elk effect. Wat de richtlijn zegt ook dat je enkel op de relevante effecten moet gaan focussen. En, maar nogmaals, ja, ik spreek maar als jurist. Ik moet het niet opmaken. Maar dat is wel iets dat er aandacht voor moet zijn. En ook voor de herbruik uiteraard van informatie. Want het kan niet de bedoeling zijn dat je twee keer hetzelfde document aanlevert door twee verschillende studiebureaus die dan twee keer hetzelfde onderzoek doen. Je moet dat wel op een doeltreffende en doelgerichte manier ook gaan hergebruiken, die informatie. Oké. Dank u wel voor jullie antwoorden en inzichten. Ik denk nog wel niet dat we er zijn, maar bij deze toch wel belangrijk voor jullie bijdrage ook, in het debat. Zijn er nog collega's die nog bijkomende vragen wensen te stellen?
Collega Peters. Ik heb inderdaad nog één vraag, definitief zeker naar het departement Omgeving. We moeten dan eigenlijk straks concluderen. Ik heb nog eens eventjes naar de website van de Mercel gekeken. Oké, die moet sowieso aangepast worden, maar wat gaat straks uw advies zijn naar lokale en provinciale besturen toe? Gaat u dan eigenlijk straks bijna het advies moeten geven op basis van wat we hier horen van doe maar altijd een screening, want dan heb je de meeste zekerheid. Of hoe gaat men daar nu verder mee om? Dat is eigenlijk specifiek nog een concrete vraag. En zo ja, dan vrees ik straks dat men te weinig personeel gaat hebben op de dienst, op de Mercel. Want ja, ik bedoel, hoe gaat men dat allemaal straks kunnen verwerken? Want ik denk dat op dit ogenblik nog wel vrij vlot verloopt. Maar als men straks voor elk mogelijk project een screening moet gaan aanvragen, dan vrees ik dat je hopeloos onderbemand bent. En dus daarom nog concreet mijn vraag, hoe gaat men daarmee om? En hoe gaat men straks eigenlijk concreet advies geven naar lokale en provinciale besturen? Collega Ronsen. Maar ik ga geen aanvullende vragen meer stellen. Het enige wat ik kan zeggen is dat de sprekers ons hebben duidelijk gemaakt dat er nog veel vragen te stellen zijn. Dat dit iets is wat we verder moeten uitspitten in deze commissie. Misschien in een vervolg een gedachtenwisseling ook met de minister overvoeren. Ik voel ook veel voor het voorstel van de voorzitter om Hans het verhaal plan meer project, meer screening ook te gaan vereenvoudigen. Ik denk dat we daar een soort van totaaldebat van moeten maken. Vaststaat dat dit hier op de agenda van deze commissie moet blijven staan. Want dit is echt wel zeer prangend en lijkt mij een beetje een doos van Pandora op vlak van ruimtelijke ordening. Nog collega's? Naar u mag ik kijken voor de concrete vraag. Ja, mevrouw Leijer. Misschien eerst in verband met hulp en instrumenten. We zijn eigenlijk bezig om specifiek dan voor ruimtelijke uitvoeringsplannen een digitale scopingstool te gaan ontwikkelen die eigenlijk gemeenten en provincies gaan kunnen gebruiken om op basis van hun planvoornemen, op basis van hun contour te gaan kijken aan de hand van verschillende kaarten die ook gaan getoond worden van kijk, zijn er mogelijk aanzienlijke effecten? Ja of nee, is er verder onderzoek nodig? Eigenlijk die tool wordt ontwikkeld vanuit het concept, die ingang van ruimtelijke uitvoeringsplan. Maar misschien moeten we ook de oefening maken en gaan kijken van kijk, kunnen we dat ook gaan verruimen, dat die tool ook gebruikt kan worden voor andere elementen en voor beleidsplannen en dergelijke. Want daarnet hebben we gezegd van kijk, het is altijd een geval per geval benadering. Je moet concreet gaan kijken wat zit er in uw plan en uw programma. Dus dat is een van de dingen waar ik aan denk die een mogelijk instrument zouden kunnen zijn, natuurlijk stapsgewijs. We zijn nu bezig met die scopingstool voor RIPS. We moeten kijken naar welke mate dat we die kunnen aanvullen en ook daarvoor toepasbaar kunnen gaan maken. En sowieso, voor lokale beleidsplannen zal eigenlijk altijd heel hard naar de inhoud moeten gekeken worden. Het zal eigenlijk sowieso een geval per geval benaderen. Dus we hebben wel het voorzorgsprincipe van voer een screening uit. Wij gaan ook proberen van een schabloon beschikbaar te stellen van kijk welke vragen moeten gesteld worden. Afhankelijk van bepaalde thema's en elementen kan je dat op die manier of op die manier gaan aanpakken. We hebben ook vroeger in het kader van het project meer screening, dat was ook nieuw van hoe moet dat gebeuren, hebben we ook handleidingen opgemaakt per rubriek, bijvoorbeeld stadsontwikkelingsprojecten, veeteelt, hoe moet dat gebeuren, hoe kan je dat aanpakken met een aantal voorbeelden. Ik denk dat we op deze manier ook gaan moeten te werk gaan, maar natuurlijk, dat vergt tijd en ook zoeken naar inzicht, want zoveel voorbeelden zijn er niet, ook niet in andere lidstaten, maar dat is echt wel, we gaan daar wel werk van proberen maken en proberen ondersteuning te gaan bieden, maar het zal er natuurlijk ook niet van vandaag op morgen zijn. Misschien concluderend, al ik denk dat er veel vragen zijn, is duidelijk dat wij vanuit de administratie volop bezig zijn om een aantal tools te ontwikkelen om ook lokale besturen, provinciale besturen te helpen bij het doorklieven, laat het ons zeggen, van de vrij ingewikkelde materie is ook duidelijk. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we alles samen proberen goed samen te werken om die toekomst zo rechtzeker en zo, hoe moet ik zeggen, zo aan de andere kant toch ook zo flexibel mogelijk te kunnen
uitwerken, want uiteindelijk denk ik is er maar één goede uitkomst. Dat is enerzijds zorgen voor juridische robuustheid en anderzijds zorgen voor een zekere flexibiliteit, want anders denk ik dat we in Vlaanderen nog veel moeilijke watertjes zullen doorzwemmen. Oké. Dan denk ik dat ik in naam van alle commissieleden jullie van harte mag danken om ons echt mee te laten kijken in het kluwen van. En dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank u wel. Collega's, ik schors 2 minuten de vergadering.
als ze weten inderdaad dat hun collega's onderweg zijn, dat wij ondertussen kunnen starten met de toelichting van het decreet. Minister, nee, excuseer, bij deze, excuseer. Ik ga toch eerst vragen wie wenst nog verslaggever te zijn. Collega Rons, u stelt collega Van Dalen voor. Burgemeester. En ja, in deze zin, in deze zaal, bij deze collega Van Dalen aanvaardt die opdracht en wil ik ineens het woord ook geven aan minister Schouwvliegen voor de toelichting. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Het gaat hier om een decreet dat betrekking heeft op het visverlof en het vervoer van levende aasvissen. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. We hebben er heel veel overleg gehad met de verschillende stakeholders en ook de georganiseerde hengelsport. Er zijn eigenlijk drie doelstellingen. De bedoeling is om de hengelsport voor jongeren aantrekkelijk te maken. En daarvoor hebben we een vrijstellingsregeling uitgewerkt voor jongeren. Het is ook de bedoeling om de weidelijke visserij, om dat te bevorderen. En daarom staat er in het ontwerp dat het meenemen van vissen voor consumptie of het gebruik van vissen als aas onder de categorie van een groot visverlof wordt ondergebracht. En het derde is het gebruik van levend aasvis beperken door het aantal levende aasvissen dat je mag meepakken of vervoeren, dat wordt beperkt. Wat het eerste punt betreft, de vrijstelling van het visverlof, dat is artikel 2. Jongeren tot en met 17 jaar worden vrijgesteld van het visverlof, maar er zijn natuurlijk wel bepaalde voorwaarden. Je mag alleen vissen met maximaal één hengel vanaf de oever of vanaf een plateau of een steiger en van 2 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Het gebruik van aasvissen is niet toegelaten en jongeren moeten elke gevangen vis onmiddellijk terugzetten en dat voorzichtig doen. De vis mag ook niet vervoerd worden. De vroegere voorwaarden dat de kinderen verzeld moeten zijn van één van hun ouders, die zelf in het bezit is van een visverlof, dat komt te vervallen. Er is ook artikel 3 dat over een jeugdverlof gaat. De prijs van het jeugdverlof, dat geldt voor jongeren tot en met 17 jaar, wordt bepaald op 5 euro. De uitbreiding tot jongeren tot en met 17 jaar. Het toelaten van het gebruik van 2 hengels in plaats van 1 en de uitbreiding om anders dan vanaf de oever of 's nachts te mogen vissen zijn nieuw ten opzichte van wat vandaag daarin staat. Het gewone visverlof, dat staat ook in artikel 3. De basisprijs bedraagt 13 euro. Dit is net zoals onder de bestaande regelgeving geldig om te vissen vanaf 2 uur voor zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang en om te vissen vanaf de oever of vanop een plateau of een steiger. Wat wel wijzigt is het gebruik van aasvissen en het meenemen van vissen. Dat is niet meer toegelaten. Het hengelgenot zelf van de visser wordt niet beknot. Vissers kunnen gewoon hun hobby blijven uitoefenen. Maar indien ze vissen willen meenemen voor consumptie, of om te gebruiken als aasvis, zullen ze dus in een hogere categorie van visverlof moeten vallen. En dan dat brengt mij natuurlijk naar het grote visverlof, collega's. Dat kost 48 euro. Het is geldig om zowel overdag als 's nachts te vissen, vanaf de oever, maar ook op andere manieren. Ook het meenemen van vissen en het gebruik van aasvissen is toegelaten. Het blijvend onttrekken van vissen uit hun natuurlijk milieu legt een hoge druk op de visbestanden als natuurlijke hulpbron. Vandaar dat deze wijze van vissen nu onder het groot visverlof valt. Met de maatregel wordt in de eerste plaats een mentaliteitswijziging beoogd. In het kader van een duurzame visserij willen we door deze maatregel het terugzetten van vissen bevorderen. Catch and release noemt dat. Gelet op de internationale beschermingsstatus van paling en gelet op de ontrading van consumptie die momenteel geldt in geval van paling en roofvis, is dat een bijkomend argument om deze maatregel ook door te voeren. Hoe zit het nu met het gebruik van levend aas? Dat staat in artikel 4. In afwijking van het principiële verbod op het vervoer van levende vissen, mogen voor het gebruik als aasvis 5 levende aasvissen vervoerd worden en tijdens het hengelen in bezit worden gehouden. De bedoeling is om het verbod op het vervoer van levende vissen en ook de regels rond het meenemen van vissen, om dat beter te kunnen handhaven. In het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2018 houden de wijziging van het uitvoeringsbesluit
Op de riviervisserij wordt dan ook bepaald dat een leefnet niet meer toegelaten is en dat levende aasvissen in een aparte emmer moeten worden bewaard. De tarieven van de verloven, dit zijn bedragen die de visser ook in 17 betaalde. Die kunnen ook online worden aangevraagd, dus een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Met de nieuwe toepassing voor het online aanvragen is het visverlof voortaan ook onmiddellijk, collega's, online beschikbaar en hoeft het niet meer opgestuurd te worden. Naast de online aanvraag krijgt of blijft de mogelijkheid om het ook aan te schaffen via het postkantoor. In het kader van de digitalisering van de dienstverlening en de promotie van het online vissersverlof wordt het online verlof dus goedkoper dan wat je gaat aanvragen in het postkantoor. De MINA-raad heeft advies uitgebracht, collega's, heeft geen advies uitgebracht. De Raad van State heeft dat wel gedaan, maar ze hebben gevraagd om het besluit zo snel mogelijk aan te passen, maar dat is dus ondertussen ook gebeurd, zodanig dat we daar ook in orde zijn. En dat is verschenen in het Belgische Staatsblad op 12 september. Dank u wel voor jullie aandacht. Zijn er collega's die vragen hebben? Collega Peters. Dank u wel, mevrouw de voorzitter en mevrouw de minister. Ik heb al sinds jeugdwijd dit decreet toe, zeker omdat het naar de jeugd toe het vissen eigenlijk aantrekkelijker maakt en sowieso ook toegankelijker maakt. Dat vinden we al sinds positief. Ook het feit dat het straks digitaal de vispas en dergelijke kunnen aangevraagd worden, ik denk dat het ook allemaal heel positief is. Nu, ik heb eigenlijk twee kleine concrete vraagjes en dat is één. Ik dacht dat het decreet ook was besproken met onder andere de georganiseerde hengelsport. Maar onze vraag was wie daar specifiek bij betrokken is. Want ik had begrepen van de provinciale afdeling van de hengelsport dat provincie Limburg niet betrokken was bij het ontwerp of bij de opmaak van het decreet. En zij waren er natuurlijk toch ook graag bij. En mijn vraag is dan ook of eigenlijk de hengelsport specifiek dit decreet ook mee heeft goedgekeurd. Dat is één concrete vraag die ik had. En een tweede concrete vraag is in verband met het gebruik van de leefnetten. Dat mag in principe niet meer, behalve bij bepaalde specifieke wedstrijden, had ik begrepen. Maar natuurlijk, heel vaak doet men op de grotere plassen zelf ook nog onderling wedstrijden. Moeten we daar dan van begrijpen dat het toekomst niet meer mag? Of kan het nog alleen maar bij wel bepaalde wedstrijden? Dat waren eigenlijk twee concrete vragen die ik had. Maar voor de rest staan we natuurlijk positief tegenover dit decreet. Dank u. Nog collega's die met zussen komen. Ik wil de minister bijna bedanken, collega Peters, voor het overlegmodel wat hier gehanteerd is in het decreet. Om net samen met de sector inderdaad te kijken op welke manier dat er wijzigingen en bijsturingen naar ieders mogelijkheden ook konden gerealiseerd worden. Dus in die zin, minister, wij zeker ook onze appreciatie voor dat werk en het decreet zelf uitdrukken. Minister, graag aan u het woord. Dank u wel, collega's. De visserijsector is enorm in trek en er zijn ook heel veel jongeren die de stap zetten. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat we hier een aantal aanpassingen kunnen doen. Hoe is die betrokkenheid verlopen, collega Peters? Dat was uw eerste vraag. Er is een heel ruime enquête geweest onder de vissers zelf. En daar zijn een aantal conclusies uitgetrokken. En dan heeft het agentschap Natuur en Bos dat ook afgetoetst met de provinciale visserijcommissie. Dus op die manier, denk ik, is iedereen die georganiseerd is in de hengelsport ook betrokken. Nee, ik kan ook misschien de specifieke namen opvragen, ik heb ze hier niet, maar in ieder geval is dat op die manier verlopen via het agentschap Natuur en Bos. Wat het al of niet gebruik van de leefnetten betreft, dat kan inderdaad alleen bij bepaalde wedstrijden. Dat is geregeld in het besluit, dus je moet eigenlijk een aanvraag indienen bij het agentschap Natuur en Bos. En zij zullen dan oordelen of dat het bij die specifieke wedstrijd al of niet kan om die leefnetten te gaan gebruiken. Oké, bij deze zijn alle vragen duidelijk ook beantwoord. Ik zie geen andere handen meer de lucht in gaan. Dus denk ik dat wij mogen overgaan tot de stemming. Wie is voor? Tegen? Onthouding? Bij deze is het decreet ook goedgekeurd en wordt het doorverwezen naar de plenaire vergadering. Dank u wel, collega's. Dan kunnen wij ineens overgaan naar de vragen die vandaag staan geagendeerd. Twee vragen van collega Van Dalen en één van collega Ronsen. Collega Ronsen, graag aan u het woord.
in verband met de Bananenrepubliek. Graag nu het woord. Dank u, voorzitter. De vraag is een beetje ingegeven door een cri de cœur van onze Vlaamse bouwmeester. Nu en dan wel eens zijn licht laat schijnen over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Nu, het is een cri de cœur die gedeeld wordt ook door de architecten, door de Vlaamse Confederatie Bouw, noem maar op. En het gaat eigenlijk ook een stukje in het licht van de lokale verkiezingen die intussen achter de rug zijn. Werd die geformuleerd namelijk dat onze ruimtelijke ordening wel zeer complex wordt, dat we heel veel variaties hebben van gemeentelijke verordeningen, noem maar op. Ook provincies die vaak een heel eigen kader voor bouwberoepenbeoordeling hebben, niet altijd afgestemd op gemeenten. En eigenlijk is een cri de cœur als volgt samen te vatten. Ja, het is zeer moeilijk om nog als architect, als bouwheer in Vlaanderen het bos door de bomen te zien door de vele verschillende verordeningen. Noem maar op. Uiteraard respect voor lokale eigenheid en zo, maar volgens hen slaat die slinger een stukje door. Vandaar dat we het hier toch ter sprake willen brengen. Enerzijds, bent u het eens zelf met die kritiek? Zijn er veel te veel varianten, variaties, afwijkingen, noem maar op? Twee, op welke manier ziet u zelf ervoor te zorgen dat er een Vlaamse generieke regelgeving voldoende kaderstellend is voor de lokale bestuur? Dat die zeggen, kijk, we hebben vertrouwen in die generieke regelgeving. Of bent u van mening dat die dat inderdaad verder nog moeten kunnen uitwerken en verfijnen? En gaat u, zeker nu met de nieuwe lokale besturen, bestuursakkoorden die worden gesloten, daarover in dialoog, gaat u daar iets mee aanvangen? Tot daar. Minister, graag het woord. Ja, collega Ronsen, ik ben het eens met de bouwmeester wanneer hij zegt dat de regelgeving, ruimtelijke ordening, heel complex is. Daar ben ik het over eens. Dat is ook de reden waarom wij samen ook in deze meerderheid hebben beslist om onder andere in de codextrein, maar ook het instrumentendecreet, om daar fel te gaan vereenvoudigen, transparant te zijn en gebruiksvriendelijk te zijn. Zo is bijvoorbeeld ook bij het instrumentendecreet de aanbouwfilosofie essentieel. Dus dat je dat eigenlijk kan uitbreiden en dat je eigenlijk het land- en richtingsdecreet dat je dat gaat verbeteren met nieuwe instrumenten die daarbij komen. Ik ben het niet eens met de bouwmeester wanneer hij zegt dat de ruimtelijke ordening op een manier tot stand komt die niet goed is of slecht zou zijn. Het is mijn overtuiging dat de Vlaamse generieke regelgeving dat toch voldoende kaderstellend is om ervoor te zorgen dat de lokale besturen aan de ene kant een goed eigen ruimtelijk beleid kunnen voeren, maar aan de andere kant zich moeten inschrijven in de principes die van hogeraf geregeld zijn. Ik heb dus niet de ambitie om voor elke gemeente in Vlaanderen de specifieke lokale ruimtelijke inrichting en invulling te gaan bepalen. Niemand is gebaat met een ruimtelijk beleid dat volledig op generieke wijze vanuit Brussel wordt gedicteerd. En dat is trouwens een weg die we al heel lang zijn ingeslaan. Dat is een weg die is ingezet onder minister Dirk van Mechelen, nadien door minister Muiters en door mij nu wordt verder gezet. Ik ben het eens met professor Allaert, die ervoor waarschuwt dat we de typische eigenheid van het plattelandsdorp moeten vrijwaren. Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft in dat opzicht meer autonomie aan gemeenten om hun eigenheid, om dat ook te beschermen en zelf de middelen te kiezen die het rendement verhogen. Lokale besturen moeten dus binnen het Vlaamse kader eigen accenten kunnen leggen en ook lokale vragen beantwoorden. Dat de Vlaamse kaders niet duidelijk zouden zijn, daar ben ik het niet mee eens. We hebben de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Omgevingsvergunningsdecreet, we hebben het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de goedgekeurde strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de gewestelijke verordeningen. Deze Vlaamse kaders bepalen op voldoende wijze de procedures en de beoordelingsgronden die nodig zijn voor het lokale beleid. Alle gemeenten in Vlaanderen zijn gebonden door de regels vervat in de Codex Ruimtelijke Ordening. Daar zitten uniforme procedures in om een beleid in zaken ruimtelijke ordening te voeren.
beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen en dergelijke meer. Men is gebonden aan deze procedures. Twee, voor wat het vergunningenbeleid betreft, of vergunningverlening, daar legt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een aantal decretale beoordelingsgronden vast en ook uniforme regels in zaken het vergunningenbeleid en de vergunningsplicht, maar ook hoe kan worden afgeweken, basisrechten voor zo'n vreemde constructies en dergelijke meer. Men moet dat dus respecteren en men heeft binnen die bepalingen een beoordelingsmarge, maar die is eerder beperkt. De vergunningsprocedure ligt voor heel Vlaanderen vast in het omgevingsvergunningsdecreet. De lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling ligt voor heel Vlaanderen vast in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de goedgekeurde strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gemeentelijke RUPS mogen niet afwijken van provinciale of gewestelijke RUPS. Als Vlaams gewest kunnen we daar toezicht op uitoefenen via adviesverlening en via de mogelijkheid om een lokaal RUP te schorsen of te vernietigen wegens strijdigheid met hogere beleidsplannen of hogere RUPS. Hetzelfde geldt voor stedenbouwkundige verordeningen. Gewestelijke verordeningen kunnen lagere verordeningen opheffen en via administratief toezicht kunnen gemeentelijke verordeningen worden geschorst of vernietigd wegens strijdigheid met hogere beleidskaders. Gemeenten kunnen in een stedenbouwkundige verordening ook niet eender wat regelen. De mogelijke onderwerpen zijn limitatief opgesomd. In zaken de vergunningsplicht bijvoorbeeld is decretaal vastgelegd dat provinciale en gemeentelijke verordeningen die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht op Vlaams niveau niet opnieuw vergunningsplichtig kunnen worden gemaakt. Lokale verordeningen kunnen ook geen bijkomende vrijstellingen invoeren. De handelingen op de website van het departement Omgeving geven waar nodig een afgestemde duiding aan de wet en regelgeving. Dus een bananenrepubliek zie ik niet. Ik denk dat dat een brug te ver is. Het spreekt voor zich dat steden en gemeenten het nodige doen omdat iedereen ook goed op de hoogte is van de voorschriften en normen die gelden in de gemeente waar het project loopt. Ik zet samen met mijn diensten ook hard in op samenwerking, kennisdeling en kennisopbouw, zodat we op een kwaliteitsvolle en afgestemde manier de lokale regie in handen kunnen houden. De lokale atria, de beleidsfora, de jammernetwerken en dergelijke meer. Ik heb dat hier al een paar keer toegelicht. Er zijn ook pilootgemeenten en steden die binnenkort, er zal een oproep zijn om ervoor te zorgen dat zij hun plannen kunnen kenbaar maken en dat wij ook financieel kunnen ondersteunen om al in te zetten op begeleidingstrajecten en dergelijke meer. Dus daar, denk ik, zijn ook belangrijke proeftuinen naar de toekomst toe. Dus collega Ronsen, het is een dubbel verhaal. Een aantal zaken kloppen wat gezegd wordt, maar aan de andere kant vind ik dat het een goed evenwicht is tussen voldoende eigenheid lokaal, voldoende autonomie, maar toch een kader dat vanuit Vlaanderen bepaald wordt. Collega Ronsen. Ja, dank u, minister. Ja, we zijn het absoluut eens, hè. Elke gemeente heeft haar lokale eigenheid, moet daar ook een stuk via extra voorwaarden, voorschriften, kunnen die eigenheid bewaken, eigen lijnen daarin uitzetten, ook verordeningen opmaken. We hebben het er net trouwens gehad, uitgebreid over verordeningen en hun rechtszekerheid ten aanzien van de meerplicht. Dus dat is belangrijk en dat moeten we zeker in ere houden. Maar tegelijk mogen we niet blind zijn voor de kritiek die de bouwmeester, architecten en de Vlaamse Confederatie Bouw gegeven hebben. Nee, elke gemeente lijkt wel eigen verordeningen te hebben gemaakt over heel veelzelfde zaken. Nee, denk bijvoorbeeld aan de woonkwaliteit. En de vraag is, moeten we 300 verschillende regeltjes hebben over de grootte van een badkamer, de minimale hoogte van een slaapkamer of de oppervlakte van een terras? Ik denk dat we daar ook vanuit Vlaanderen ondersteunend kunnen werken naar die gemeenten toe en net ervoor zorgen dat daar wat meer over die zaken, die toch op het eerste gezicht wat trivialer lijken, eensgezindheid moeten kunnen hebben, zodanig dat niemand tijd verliest in zaken die ja, in C onbelangrijk zijn als het gaat over ruimtelijke ordening. Nog collega's wensen, dus kom op collega Peters. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, ik hoor u graag zeggen dat u het niet volledig eens bent met de uitspraken die de bouwmeester heeft gezegd, zowel in het programma
van Gils en Gasten als ook in knakkenmagazinen. Ik denk dat hij met zijn sloganeske taal vaak veel te ver gaat en vaak stigmatiserend tekeer gaat. Nu, dat hebben we al een paar keren gezegd. Ik heb hieromtrent ook een vraag gesteld aan de minister-president, maar die is nog niet behandeld kunnen worden. Maar alleszins daar waar de bouwmeester zegt dat hij als het ware een soort toeringwegenhulp wil zijn voor de lokale besturen, want ja, dat zijn bij als het ware sukkelaars die het zelf niet kunnen. Ik vind dat het allemaal toch een beetje een brug te ver. En ik denk ook dat dat niet goed is qua perceptie naar de administratie en naar uw departement de cour. Het is precies of alleen de bouwmeester hier alle wijsheid in pacht heeft en dat hij alleen kan beslissen wat goed is in zaken ruimtelijke ordening. En daaromtrent zou ik toch willen vragen, mevrouw de minister, is het niet toch aangewezen om, al dan niet in overleg met de minister-president, eens te gaan praten over welke houding de bouwmeester zich kan aanmatigen hier in deze materie? Want ik denk toch dat hij vaak te ver gaat. Bijkomend wil ik toch ook nog wel zeggen dat ik überhaupt zeker voorstander ben van de lokale autonomie. En ik denk dat heel wat lokale besturen, net als ook de Vlaamse administratie, hun werk wel heel nauwgezet en terdege uitvoeren, ondanks datgene wat de bouwmeester hier meent te moeten zeggen. Dank u. Nog collega's? Minister, graag het woord. Ja, collega's, ik denk dat de bouwmeester, als we de voorbije jaren bekijken, dat hij zich eigenlijk volledig inschrijft in het beleid dat wij met deze regering uittekenen. Hij vindt het ook een goede zaak wat we doen, heeft dat ook al vaak gezegd. Hij gebruikt soms voorstelgebruik. Ik denk dat dat soms is om eens aan de boom te schudden en wat mensen wakker te maken. Dat is een beetje zijn stijl, denk ik. We hebben er al binnen de regering gesprekken over gevoerd en ik ben er zeker van dat de minister-president hem daar ook al over aangesproken heeft. Nu, we gaan vaak samen spreken, waar hij ook spreekt en dan ik het beleid toelicht. En eigenlijk merk je daar dat we wel op dezelfde lijn zitten. En ik denk dat een aantal zaken vaak ook wat vergroot worden of in een andere context misschien ook wel wat gebracht worden. Maar soms is het niet slecht, denk ik, om eens aan die boom te schudden. Maar over het algemeen vind ik dat de bouwmeester zich wel volledig inschrijft in wat wij uittekenen vanuit Vlaanderen. Maar het wordt soms, denk ik, op een andere manier in de perceptie ook gezien. Maar ik vind eigenlijk wel dat, dat hij zich wel inschrijft in wat wij vooropgesteld hebben vanuit het beleid. Collega Ronsen. Ja, wij zijn voor de freedom of speech. Ik ben het vaak oneens met de manier waarop de bouwmeester dingen zegt en soms ook met wat hij zegt. Maar ik vind dat de man een fantastische job doet. Zijn job is net om Vlaanderen en alle steden en gemeenten uit te dagen op vlak van ruimtelijke ordening. Hij hoeft daarvoor helemaal geen dingen te zeggen waar we het mee eens zijn. Ik denk dat dat ook de maturiteit is van een politiek bestuur en een democratie, om mensen die mogelijkheid en die kans te geven. Dus ik zou zeggen, bouwmeester, doe absoluut zo voort. Nog bij deze, excuseer, mag ik de vraagstelling, bij deze ga ik de vraagstelling afronden. En wil ik overgaan naar de volgende vraag van collega Van Dalen over de onthardingsprojecten en subsidies daarvoor. Collega, graag het woord. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, 14% van Vlaanderen is vandaag verhard. Dat weten we. In de jaren 70 was dat maar 5%. En we weten wat de gevolgen hiervan zijn. Wateroverlast doordat rioleringen bij zware regens de hoeveelheid neerslag vaak niet aankunnen. Gebrek aan incijpelingsmogelijkheid. Ook een hitte-effect bij warme zomers, zeker in steden. Zoals opgenomen in het klimaatplan en de strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen is het de bedoeling dat het bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 tot 0 hectare per dag is verminderd. Maar tegelijk is het de bedoeling dat we gaan ontharden, dat we ook beton en asfalt dat er nu ligt gaan opbreken en ook bepaalde bebouwingen die er nu staan gaan afbreken om zo de infiltratie onder meer in de ondergrond te vergroten en de inname van de open ruimte te verminderen. Hiervoor kwam uw minister onlangs met een subsidiepotje van 5 miljoen euro, zowel in 18 als nog in het volgend jaar, 19. Overheden, verenigingen, scholen, burgers worden beloond met een subsidie tot 75% als ze beton opbreken. Het gaat wel om grote projecten,
project moet minimaal 100.000 euro kosten, exclusief BTW, en voldoen aan een aantal criteria op basis waarvan een jury dan de ingediende projecten inschat en beslist over het al dan niet toekennen van die subsidie. Uiterste inschrijvingsdatum voor 18 is al op 9 november, wat betekent dat de initiatiefnemers eigenlijk heel weinig tijd hebben, 2 maanden, om een dossier in te dienen. Vandaar mijn vragen, mevrouw de minister. 1. Kan u meer duiding geven bij de opzet, de voorwaarden, de decretale grondslag, om deze subsidies mogelijk te maken? 2. De bestemming van die gronden. Die bestemming blijft uiteindelijk ook na ontharding. Het blijft bouwgrond, het blijft industriegrond. Welke garanties heeft u of kunt u ons geven dat er na afbraak en het opstrijken van de subsidies niet opnieuw wordt overgegaan tot bebouwing of verharding, eventueel een paar jaar later? Dank u. Minister, graag een antwoord. Ja, collega Van Dalen, de bedoeling van deze projectoproep is natuurlijk ervoor zorgen dat er ontharding wordt gestimuleerd en dat we daar vanuit de overheid ook een ondersteuning aan geven. Dat kadert dus volledig in de uitvoering van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waar wij dus die omslag hebben beslist naar een ander ruimtegebruik. In plaats van een open en onbebouwde ruimte aan te snijden om nieuwe woningen, werkplekken, voorzieningen en infrastructuur te ontwikkelen, transformeren we ruimtes die al bebouwd zijn en gaan we verdere verharding tegen in het licht van de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan en dan op het vlak van klimaat, demografie, mobiliteit en energie. Met de proeftuin ontharding is er een impuls die we geven aan aspecten van ontharding die onder de reguliere marktwerking ofwel niet ofwel met een lagere ruimtelijke kwaliteit zouden worden gerealiseerd. Er zijn 3 types van onthardingsprojecten. Het eerste is onthardingsprojecten met quick win. Het gaat hier over een concrete ontharding die men binnen de 3 jaar wil uitvoeren. Voorbeelden zijn een school of een bedrijf die een parkeerterrein of een speelplaats wil ontharden of een gemeente die een weg of een plein wil ontharden. Type 2, coalitievormende onthardingsprojecten. Het gaat hier over burgers, samenwerkingsverbanden waar men een concreet gebied wil ontharden en daarvoor een pilootproject zal opzetten voor realisatie op middellange termijn. Een voorbeeld, bewoners die samen het binnengebied van hun bouwblok of straat willen ontharden, gemeenten die samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen willen versterken, of een school die samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving wil ontwikkelen. Dan het derde type, dat is systemische onthardingsprojecten. Het gaat over ontharden op grote schaal, waar men een visie wil uitwerken over de realisatie ervan. Bijvoorbeeld een gemeente of een provincie die een onderzoek wil voeren naar het schrappen van wegen en infrastructuur of een bedrijf dat een circulaire benadering wil uitwerken die hergebruik of een onthard materiaal omvat. De reacties zijn massaal en positief. De onthardingsoproep leeft heel fel. Er was reeds een eerste druk bijgewoond infomoment en er wordt deze week nog een infomoment georganiseerd. Uit die reacties blijkt dat steden, gemeenten, scholen, regionale landschappen, intercommunales en autonome gemeentebedrijven ook concreet interesse tonen. Ook burgers zijn enthousiast via schoolinitiatieven, co-housing, straatcoöperatieven en dergelijke meer. We verwachten vanuit die hoek ook nog veel voorbeeldtrajecten. De volledige opzet is omschreven op een mooie website. Als je naar de website van Omgeving Vlaanderen gaat, kan je onder ontharden alle informatie vinden, ook het reglement en de inschrijffiches. Het reglement definieert ontharden als volgt: het fysisch wegnemen van verharding op het terrein of het wegnemen van een harde bestemming verankerd in een bestemmingsplan of een beheer. De bestemming blijft niet altijd een harde bestemming. Wat zegt artikel 3 van het reglement? De proeftuin ontharding omschrijft concrete resultaats- of inspanningsverbindenissen met betrekking tot de afname van de netto verharde oppervlakte of oppervlakte met harde bestemming. Garandeert dat bepaalde resultaten voor een periode van minimum 10 jaar behouden blijven via een verklaring op eer. De decretale grondslag ligt binnen een begrotingsartikel dat daarvoor gecreëerd is, waarvan facultatieve subsidies uitgekeerd kunnen worden die passen onder de noemer ondersteuning, GSA en lokale ruimtelijke projecten. Ik kan dus besluiten dat het thema ontharding heel hard leeft bij de bevolking, collega.
En ik denk dat met deze projectoproep wij een belangrijke stap zetten in echte onthardingscultuur. Meneer Van Dalen. Ja, natuurlijk, mevrouw de minister, wij steunen helemaal de doelstellingen van het wetboek, ook op het gebied van ontharding en van het tegengaan van verdere verharding. Dus laat daar geen twijfel over bestaan, maar toch wel wat vragen bij de subsidieregeling waar u nu mee komt. Op mijn laatste vraag zegt u, verklaring op eer, dat men er 10 jaar niets aan doet, volstaat. Ja. Ik heb daar wel twijfels over of dat voldoende dichtgetimmerd is. Nu, u zegt ook, ik heb een decretale basis of ik heb een basis om dat te doen. Mij wordt verteld dat die er eigenlijk niet echt is. Er zijn impulsprojecten inderdaad ook voor verdichting, maar dat is waarschijnlijk nog niet door een uitvoeringsbesluit ook afgedekt. En ik weet ook niet of wat u daarnet zegt, of dat voldoende. U hebt het, dus de ondersteuning van GSA in lokaal ruimteproject en daar baseert u zich op. De vraag is natuurlijk of dat zal volstaan, hoor ik in de wandelgangen. Nu, dit is natuurlijk een technische discussie, maar misschien meer ten gronde. Dit is nu een bedrag 5 miljoen voor dit jaar en voor volgend jaar. Dat is natuurlijk niet zoveel als je de ontharding en de verhardingstop in Vlaanderen wil aanpakken. Dus wat je daarmee kunt doen, denk ik, is hoe dan ook altijd een druppel op de hete plaat. En dan kan je zeggen, ja, we moeten de mensen sensibiliseren. We moeten ze meekrijgen in dat verhaal van ontharding. En dat is dan een manier om dat te doen. Dat kan, maar ik heb toch daar een raar gevoel bij. Ik denk dat dit toch vooral, mevrouw de minister, met respect, maar een beetje een communicatiestunt is of was, om de mensen misschien te laten geloven van kijk, we zijn er al heel hard mee bezig met die ontharding. Terwijl dit veeleer een symbolische stap is, denk ik, en we eigenlijk nog heel wat werk voor de boeg hebben, alvorens we dat BRV kunnen implementeren en we daar helemaal mee rond zijn. Dus dat was een beetje mijn gevoel toen ik las, het is alweer een paar weken geleden, toen ik las wat u van plan was met uw subsidies voor ontharding. Het lijkt me veel eer een communicatiestunt, terwijl we eigenlijk veel verder gaan moeten gaan om echt resultaat te boeken. Collega's, die wij aansluiten. Collega Peters. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb toch eigenlijk ook wel wat bedenkingen bij dit initiatief. Mevrouw de minister zegt van kijk, de mensen reageren wel heel enthousiast. Natuurlijk, als men straks een subsidie krijgt of er is een potje geld ter beschikking gesteld om bepaalde initiatieven te nemen. En ik kan me indenken, we gaan de speelplaats vergroenen, we gaan bepaalde kleinschalige projecten opzetten en we krijgen daar dan tot 75% subsidies voor. Ja, ik denk dat inderdaad wel heel wat enthousiasme losweekt, maar of men daar inderdaad effectief het doel mee bereikt, ja, daar heb ik ook wel wat vragen bij. Nu, als we weten dat de verhardingsgraad vandaag de dag 14% is, heeft men zich voor ogen gesteld welk doel men concreet en dan numeriek eigenlijk wil bereiken met dit project. Men kan zeggen, ja kijk, 5 miljoen is enerzijds niet veel. Nu ja, anderzijds gaat men er toch met geld uitgeven. Dus mijn vraag is, gaat men hier heel concreet eigenlijk bepaalde doelen mee voor ogen hebben? En dan ten tweede, ja, het is inderdaad een verklaring op eer. Nu, ik ga het heel simpel mee voorstellen. Ik wil vandaag de dag een binnengebied in een blok, in een woonblok, wel ontharden. Ik ga daar een grasperk aanleggen of wat dan ook. En we doen een verklaring op eer dat we dat grasperk daar 10 jaar laten. Maar binnen de 5 jaar wordt dat verkocht, wordt dat notarieel mee verankerd? Of hoe moet ik dat dan eigenlijk concreet voorzien? Want heel hard wordt het toch niet gemaakt, omdat de bestemming al zodanig niet verandert. Dus dat zijn mijn bedenkingen eigenlijk bij dit voorstel. Dank u. Collega Daan. Ja, dank u. Ik denk dat niemand tegen onthardingsprojecten kan zijn. Maar ik stel me ook vragen inderdaad bij het relatief beperkte budget en het resultaat wat daar tegenover staat. En u zegt van dat is een belangrijke stap richting onthardingscultuur.
Ja, ik ben blij om te horen, maar welke stappen plant u verder dan nog om die onthoudingscultuur echt te enten in onze Vlaamse grondstroom? Collega's, minister, graag aan u het woord. Ja, collega's, blij dat iedereen bevestigt dat ze achter het principe van de ontharding staan. Ik heb daarnet proberen uit te leggen dat we met drie types werken. Het is niet alleen concrete projecten die op het terrein die ontharding wegnemen. Er zit ook systemische ondersteuning in. Dat eigenlijk nagedacht wordt van welk traject rond ontharding gaan we lopen. Bijvoorbeeld als gemeente of als stad, dat zit daar ook in. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus het is niet zo dat het zomaar one-shot is en dat daar uiteraard niks uitkomt. Daar moeten we ook uit leren. Ik ben ook blij dat collega's zeggen, kijk, als die vraag komt naar meer centen daarvoor binnen de begrotingsbesprekingen, zullen we dat met veel plezier ondersteunen. We hebben nu bij deze begroting de middelen die er zijn, collega's, stap voor stap. Maar ik noteer hier het enthousiasme, collega Van Dalen, om daar ook meer middelen tegenaan te gooien. En ik ben het daar volledig mee eens, want dat is de weg die we moeten inslaan. Ik vind 5 miljoen al een mooi bedrag om te starten. Het is inderdaad maar een start. En wat er later komt, dat zal dus telkens ook in de begroting uiteraard aan bod komen. Het begrotingsartikel op zich, dus de inspectie Financiën is het volledig eens dat we het daarvoor gebruiken. Het is ook een artikel dat daarvoor gemaakt is, collega's. En het slechtste wat we kunnen doen is niks doen en is het strategisch plan van het beleidsparlement te Vlaanderen niet uitvoeren. Ik vind dat we dat zo snel mogelijk moeten doen. We moeten niet wachten tot 2030 om die principes op het terrein te realiseren. En ik vind het heel goed dat we daar dit jaar via deze oproep al kunnen mee beginnen. Het zit goed in elkaar. Het zal ook een divers projectenaanbod zijn dat we kunnen ondersteunen. En ik denk, te zien aan het enthousiasme, is het echt iets wat begint te leven. En dat is ook de bedoeling, dat natuurlijk die cultuur van ontharding ook verder wordt gezet. En dat mensen eens out of the box denken. Iets wat je misschien normaal vindt, dat verhard is, dat je dan in vraag durft stellen en kijkt van, kunnen we dat niet onder andere nemen? En ik heb ook gemerkt, bij Pimpje Speelplaats, wat al een tijdje loopt vanuit het agentschap Natuur en Bos, waar we dus betonnen speelplaatsen weghalen en daar een groene, avontuurlijke speelruimte van maken. Je hebt altijd veel meer aanvragen dan dat we er kunnen goedkeuren. Maar je merkt, het is niet omdat een project geen subsidie krijgt, dat men er niet mee doordoet. Men heeft eigenlijk al een heel traject opgezet, men is heel enthousiast. Als men niet geselecteerd is door de jury, zie ik dat men toch op het terrein dat gaat uitvoeren, omdat men zo enthousiast is dat men het nu toch allemaal op orde heeft en toch allemaal goed weet waar men naartoe wil. Dus het is ook iets wat, denk ik, heel aanstekelijk en enthousiast zal werken. Collega Van der. Ja, minister, u hoort mij zeggen dat er meer middelen tegenaan gegooid moeten worden. Ik denk niet dat ik dat gezegd heb. Ik denk dat we eerst met 5 miljoen, ik denk dat je met 5 miljoen eigenlijk meer resultaat zou kunnen bereiken door die anders te investeren dan in zo'n subsidiesysteem. Maar dat is een andere discussie. Ik denk ook dat we eerst de bijkomende verharding moeten aanpakken. We weten dat we inderdaad naar nul willen in 2040, maar dat we daar nog bij lange niet zijn. En ik zou eerst die beweging willen maken, dat we proberen om de extra verharding die er vandaag nog altijd komt, om die af te remmen. Want nu gaan we aan de ene kant al met de ontharding beginnen, terwijl we aan de andere kant nog aan het verharden zijn. En dat lijkt mij niet zo'n logische combinatie. Dus besluitend conclusie, wij geloven niet echt in deze subsidieregeling, maar we staan natuurlijk, om het nog eens gezegd te hebben, we staan natuurlijk achter de verhardingstop en ook een tweede stap achter de ontharding. Maar er zal meer moeten gebeuren dan dit. Collega, ik nu overgaan naar de volgende vraag. Noodzakelijke aanpassing van de regelgeving om het agrarisch gebied te versterken. Graag nu het woord. Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik heb hier onlangs een vraag gesteld over de toename van zonevreemde landbouw in natuurgebied. Daaruit bleek onder meer dat het areaal aan gronden voor de professionele landbouw daalt. Maar nog opmerkelijker was het feit dat de oppervlakte aan zonevreemde landbouwactiviteiten in natuur- en bosgebied stijgt. Volgens de studie Bestemming en gebruik van landbouwgrond van het departement Landbouw en Visserij, een studie al van 2013, was in 2011 ongeveer 89% van het landbouwareaal gelegen in agrarisch gebied. Omgekeerd wordt anno 2011 circa 103.500 hectare, of 15%, van het als agrarisch bestemd gebied ingenomen door andere functies. Paarden, tuinen, zonevreemde economie. De oppervlakte agrarisch gebied die ingenomen wordt door natuur en bos is eerder minimaal.
Dit wordt bevestigd in het wetboek BRV. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van collega De Meijer van 17 oktober 2016 leid ik af dat in de provincie Antwerpen zelfs 30% van het agrarisch gebied wordt ingenomen door niet-agrarische functies. Een van de strategische doelstellingen in de strategische visie van BRV stelt, ik citeer, het agrarisch gebied dat niet door professionele landbouw in gebruik is, moet in 2050 afgenomen zijn ten opzichte van 2015. Einde citaat. Concrete doelstellingen en oppervlaktes worden hier niet vermeld, ook niet hoe dat zal gebeuren. In opdracht van departement Omgeving werkte een consortium onder leiding van de Universiteit Antwerpen een evaluatierapport uit over het vergunningenbeleid in Vlaanderen. En in het vierde deel van dat rapport, en dat is recenter, 2017, werd het huidige vergunningenbeleid ook getoetst aan de principes van het BRV. De belangrijkste onderzoeksvraag was of de huidige regelgeving al dan niet contraproductief werd voor de doelstellingen en principes van BRV. En zonder in detail te treden, de studie is beschikbaar op de website, wordt gesteld dat het PRIAC, planologisch attest, de basisrechten, zonevreemde constructies, de talrijke afwijkingsregels en versoepelingen in de regelgeving, zoals vrijstellingen, functiewijzigingen en de afwerkingsregel, negatief zijn en de uitvoering van het BRV inderdaad tegenwerken. De studie, mevrouw de minister, heeft dan ook enkele aanbevelingen. Bijvoorbeeld het afschaffen van bepaalde regels zoals de afwerkingsregel, het bijstellen van de bepalingen in zaken vrijstellingen en schuilhokken, zodat deze de vertuining en verpaarding verder in de hand werken en ook het beperken van de afwijkingsregels. Mijn vraag, mevrouw de minister. 1. 15% landbouwzone wordt dus ingenomen door andere functies. Het gaat hier om meer dan 100.000 hectare in Vlaanderen, ruimte die dus niet voor de voedselproductie gebruikt kan worden, omdat de gronden ingenomen zijn door tuinen, zonevreemde bedrijven, hobbylandbouw, recreatieve paardenhouderij enzovoort. Op welke manier kunt u hier een oplossing aanbieden? En 2, bent u van mening dat de principes van BRV kunnen gerealiseerd worden zonder ingrijpende wijzigingen aan de regelgeving op het vlak van vergunningen, in concreto bijvoorbeeld wat betreft de afwijkingsmogelijkheid en dergelijke in de open ruimte, en ik verwijs dan naar de studie. Dank u. Minister, graag aan het woord. Dank u wel, collega. Een echt onderzoek is er niet gebeurd in Antwerpen. Het is een bevraging geweest van de stedenbouwkundige ambtenaren. Vindt u dat? Dus misschien toch een kleine nuance die moet gelegd worden. Nu, om te antwoorden op uw vragen, collega, het ruimtelijk beleid in het agrarisch gebied zal zich aan de ene kant sterk richten op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van landbouw op termijn kunnen belemmeren. En we moeten daar maximaal inzetten, collega, op het voorbehouden van cultuurgrond voor beroepslandbouw. De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen zegt ook dat er wordt gewerkt aan een strikt kader voor het hergebruik van voormalige landbouwbedrijfsgebouwen of andere bestaande zonevreemde bebouwing en voor nieuwe zonevreemde ontwikkelingen in open ruimte. Wijzigingen in de regelgeving in zaken zonevreemde functiewijziging zal daarbij aangewezen zijn en wordt ook door onze diensten voorbereid. Anderzijds zal er ook werk moeten gemaakt worden van het wegnemen van het ruimtebeslag. Ik koppel hieraan ook de doelstelling die we hebben geformuleerd voor de onthardingsopgave in open ruimtegebied. Vandaag zijn er al mogelijkheden die daarop inspelen. We doen dat via gebiedsgerichte processen, bijvoorbeeld in het kader van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur. Dat kan ook in de stedenbouwkundige voorschriften van de RUPS bijvoorbeeld in agrarische gebieden, maar ook via strategische uitdooftrajecten. Zo kunnen aan een omgevingsvergunning ook voorwaarden en lasten verbonden worden, zoals de vermindering van het bestaande ruimtebeslag en het teruggeven aan landbouw. In een activiteitencontract, waarvan de basis wordt gelegd in het instrumentendecreet, kunnen verbintenissen over de vermindering van het ruimtebeslag vastgelegd worden. Het convenant staat garant voor het regionaal toetsingskader dat de lokale overheden bij het toelaten en beoordelen van de functiewijziging moeten hanteren. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een aanpassing van de subsidieregeling voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte, waarbij meer wordt gedifferentieerd in functie van de aard van het vernieuwingsproject.
Voor wat betreft landbouwbedrijven zal voorrang worden gegeven aan projecten die in overeenstemming zijn met de bestemming en projecten die voorzien in ontharding. Een aantal wijzigingen aan de regelgeving zullen inderdaad aangewezen zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld reeds verwezen naar de regeling in zaken zonevreemde functiewijziging. Historisch gezien komen verspreid in het agrarisch gebied ook andere functies en activiteiten voor. Wonen bijvoorbeeld, recreatie, niet-professionele landbouw, niet-agrarische bedrijven. Functiewijzigingen van voormalige hoeves werden pas vergunningsplichtig vanaf 1984. Het hergebruik, herbestemmen of herontwikkelen van voormalige landbouwbedrijfszetels biedt in een aantal gevallen ook kansen of opportuniteiten. En dat voor gebiedsontwikkeling, namelijk bijvoorbeeld wanneer ze bijdragen aan een kwaliteitssprong voor het omliggende landschap of bijvoorbeeld als ze een erfgoedwaarde hebben of de mogelijkheid om bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte te beperken. Het besluit zonevreemde functiewijzigingen tracht daar ook in te sturen. Niet alleen is er een maatschappelijke meerwaarde en legt het cumulatief effect van alle niet-agrarische herontwikkelingen een ernstige hypotheek op het toekomstige functioneren van beroepslandbouw. Soms versterkt de herontwikkeling het verspreid en versnipperd wonen en werken met een hoge maatschappelijke kost en ook een negatief ruimtelijk effect. Daarom is het nodig om de regelgeving, zo'n vreemde functiewijziging, te verstrengen, waarbij wordt geopteerd voor een strikt en beperkend kader voor het hergebruik van voormalige landbouwbedrijfsgebouwen of andere bestaande en hoofdzakelijk vergunde zonevreemde bebouwingen. In eerste instantie moet worden ingezet op het hergebruik van voormalige agrarische gebouwen in functie van de beroepslandbouw of para-agrarische bedrijvigheid. Dit om te garanderen dat de gebieden die belangrijk zijn voor het functioneren van land- en tuinbouw hun agrarische bestemming en agrarisch gebruik kunnen blijven behouden. Het creëren van zonevreemde functiewijzigingen, kan enkel worden overwogen wanneer deze rechtstreeks of onrechtstreeks geen negatieve impact hebben natuurlijk op het landbouwfunctioneren. Aan de andere kant is een generieke regelgeving niet altijd de beste oplossing. Ik verwijs naar de discussie die we daarnet gehad hebben hier in de commissie. Ruimtelijke differentiatie is daar ook belangrijk. En daar zal je ook heel gebiedsgericht moeten kijken hoe daarop kan ingespeeld worden. Collega Van Dalen. Ja, minister, u kleineert een beetje het onderzoek van uw eigen departement. U zegt het is maar een enquête, maar ik lees toch in de studie dat zij spreken van een literatuurstudie, een praktijktoets, statistisch onderzoek. Dus misschien is het toch wel meer onderbouwd dan u suggereert. En wat zij doen is eigenlijk concluderen dat inderdaad wat regelgeving die wij, en we zijn daar ook mee schuldig aan in dit parlement, hè, als het over schuldigen gaat, dat wij regelgeving instellen die blijkbaar de doelstellingen van het BRW niet dichterbij brengen, maar veeleer van ons wegduwen. En het gaat dan over, ik noem een aantal concrete voorbeelden, vrijstelling voor verhardingen van tot 80 vierkante meter, bijgebouwen van 40 vierkante meter, generieke regelgeving voor zonevreemde constructies, de afwerkingsregel, het feit dat men mag bouwen tegen een wachtgevel, ook in bijvoorbeeld landbouwzone, planologische attesten voor zonevreemde bedrijven als die willen uitbreiden, de PRIAX voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Dus dat zijn toch wel dingen, ik zeg het, we liggen daarmee van aan de basis, een aantal van die gevallen, maar dingen waarvan die studie nu concludeert dat dat eigenlijk ingaat tegen de doelstellingen van BRV. En een aantal van die zaken werden eigenlijk ook al, minister, opgemerkt door de SARO, ik denk zelfs al een paar keer. Dus in die zin is dat niet helemaal nieuw. Goed, ik wil het daarbij houden, voorzitter. Maar misschien moeten wij toch kijken of wij dat niet wat op elkaar kunnen afstemmen. Waar we naartoe willen met het BRV en de vele afwijkingen en dingen die op tafel liggen. Collega Karom. Ja, dank u wel, voorzitter, minister en collega's. Ik vond het al een goede vraag van collega Van Dalen. Ik vind het nog een beter antwoord van de minister. Maar natuurlijk, dit is een verhaal op de lange termijn, hè, collega's. Dat is geen verhaal voor gisteren en morgen en overmorgen, maar voor de komende twee decennia. Die in het BRV al een aanzet moeten krijgen en in de regelgeving een aanzet moeten krijgen. Ik denk dat de geest van uw antwoord, mevrouw de minister, in ieder geval duidelijk laat blijken dat we de problemen die er zijn moeten aanpakken en dat we die ook niet moeten ontkennen. En of het nu een enquête of een wetenschappelijk onderzoek is of wat dan ook, ik
zou zeggen, die thematiek is hier al zoveel keer gepasseerd dat we met z'n allen eigenlijk weten. Zeker mensen die de landbouwbeleid als zodanig volgen, waar het meest zichtbare verrommeling van het landschap in Vlaanderen aanwezig is. Dus we zullen inderdaad de regelgeving moeten aanpassen, we zullen toetsingskaders moeten maken, we zullen uitdoofvergunningen moeten toekennen en beslissen. En we zullen, zeker wat betreft zonvreemde bebouwingen, in de toekomst van die bebouwingen moeten ingrijpen en in de eigendomsrechten die mensen hebben. Ik denk dat het nu niet aan de orde is vandaag om daar concreet in te gaan hoe. Maar wat er wel is, collega Van Dahl, ik wil het wel even gezegd hebben, ik heb hier en in andere commissies, bijvoorbeeld rond bijgebouwen tot 40 vierkante meter, stallingen voor paarden, paardenstallen bijvoorbeeld, is de regelgeving de laatste, die in deze legislatuur nog versoepeld. Hè? Versoepeld, hè? Niet verstrengd. Hè? En ik denk dat ik gun iedereen zijn hobby, en ik ook paardenliefhebbers zijn hun hobby, maar of je daar 100.000 hectare, natuurlijk niet alleen paardenliefhebbers, ik weet het ook wel, maar of door hobbybeoefening 100.000 hectare van onze landbouwoppervlakte moeten opofferen aan die hobby's, of aan welke zone vreemde andere activiteiten, dit kan echt niet. En ik zou met u, mevrouw de minister, ook willen pleiten zelfs om bij de maatregelen die in de komende jaren worden genomen, herstel ten aanzien van die landbouw mogelijk te maken. Ik bedoel, ingenomen ruimte die zonevreemd wordt gebruikt en met landbouwgrond is, en zeker in afgebakende gebieden, om die terug aan de landbouw te geven. En natuurlijk, het is ook waar, hè, je moet een zeker soepelheid in dat kader hebben. Ik ben het met u eens. Hè. Soms kunnen landbouwbedrijven, gebouwen, ook landschappelijke waarde hebben, een landschappelijke functie krijgen die eigenlijk wel aansluit bij die landschappelijke waarde, zonder dat het strikt genomen landbouw is, misschien een sfeer van recreatie of zorgboerderij of een zin van toerisme. Hè. Het kan allemaal wel, maar het moet de ruimtelijke kwaliteit, denk ik, van die landschappen en van die omgeving versterken. En ik hoop dat de woorden die u vandaag zegt, ook in de komende jaren, door u en uw opvolgers, en met de steun van collega Van Dalen, die de grootste pleitbezorger is. Nee, het is een grapje, collega Van Dalen. Maar ik bedoel, laten we dan wel stoppen, alstublieft, collega's, van hier nog over versoepelingen te praten. En die versoepelingen te blijven toestaan en te doen. En ik kijk ook naar sommige andere collega's, of kijk niet, maar ik suggereer, die dan doen alsof de thema's van vertuining en verpaarding, of het allemaal niet waar is, dat aan de basis ligt van de problemen en van die inname van die ruimte. Ik herinner mij daar verschillende discussies over. Laten we daar echt mee stoppen en de problemen ook onder ogen zien. Ik heb niks tegen paardenfokkerij, ik heb niks tegen het houden van een paard. Daar kunnen bedrijven voor zijn, daar zijn stallen voor, dat kan gegroepeerd geboren. Ik zou zeggen, doe in die hobby zoals ze met de mensen bedoelen, ook dat kan verdicht worden. Dank u wel. Nog collega's die wensen te komen? Minister, graag in het woord. Ja, collega's weten allemaal dat ruimtelijke ordening iets is wat telkens opnieuw wordt aangepast, gewijzigd. Ik heb daarnet ook gezegd dat uiteraard het landbouwgebied, agrarisch gebied, in eerste instantie door landbouwactiviteit moet gebruikt worden. Ik ben het wel eens met collega Caron als hij zegt, ja, maar we mogen die deur niet helemaal sluiten. Je hebt een bed and breakfast, je hebt toerisme, je hebt korte keten, weet ik wat allemaal, zorgboerderijen. Dus ik denk dat die zin alles samenvat, collega's. Dat is dat uiteraard het landbouwgebied gebruikt wordt in eerste instantie door de landbouw, maar dat ook historisch een aantal zaken gegroeid zijn, zoals bijvoorbeeld ook bewoning of andere activiteiten die daardoor gaan. En ik denk dat dat de kunst is natuurlijk om daar een evenwicht in te vinden. En dat is ook het beleid dat wij tot nu toe hebben gevoerd. Als er verwezen wordt naar de afwijkingsregel, bijvoorbeeld collega Van Dalen, ja, die wordt bijna niet gebruikt in de praktijk. Dat is heel, heel uitzonderlijk dat die wordt gebruikt. Maar dat zijn echt wel uitzonderingen als ik dat zie op het terrein. Maar inderdaad, de regelgeving is nooit af en er kan altijd verfijning en wijziging zijn. We hebben deze legislatuur de codex grondig gewijzigd. Maar uiteraard zal dat in de toekomst ook nog verder worden aangepast op basis van de inzichten die er zijn. Collega Wenschussel, bemerking te doen? Ja, wat de afwijkingsregel betreft, mevrouw de minister, heeft u gelijk. Ik dacht 35 gevallen op 6 jaar tijd. Maar goed, het regeltje bestaat nog. Ik denk dat een belangrijke stap kan zijn dat we minder generieke maatregelen nemen, maar veel meer gebiedsgericht en veel meer rekening houden met specifieke situaties. Het is ook wel zo dat wij hier soms met de beste bedoelingen dingen in gang zetten, waar men dan toch problemen ontwaart. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben heel recent hier
Ja, het feit dat oude BPA's van meer dan 15 jaar, dat daarop afgeweken kan worden, dat die niet meer kunnen ingeroepen worden als weigeringsgrond. We hebben dat gedaan met de beste bedoelingen om inderdaad verdichting mogelijk te maken, om ook makkelijker zonnepanelen en weet ik wat te kunnen leggen. Maar je merkt in de praktijk dat dat toch ook alweer wat problemen geeft, omdat je dan terugvalt op de oude afweging goede ruimtelijke ordening, hè, zoals dat ook bestond tegenover de gewestplannen. Maar als je dat dan doet als gemeente en men gaat in beroep bij deputatie, dat je wel eens meemaakt dat die deputatie dan een heel andere mening heeft en vindt, ja, als het kan, dan moet het ook. Hè. Dat was ook vaak het standpunt van de dorpspolitici vroeger. Als het kan, dan moet het. Dat is ook het makkelijkste. Dus ik merk, ja, dat wij hier met de beste bedoelingen, dus dat is geen verwijt aan niemand, ook zeker niet aan uw minister, maar dat wij met de beste bedoelingen sommige dingen hier in gang zetten, die dan net weer iets anders uitpakken dan eigenlijk bedoeld. Dank u. Bij deze collega's kunnen we deze vraag ook afrotten en zijn we aan het einde van de werkzaamheden van vandaag gekomen. Zijn